stuurgebouwd! Zo! Zo! Ik ga als leidinggevende gewoon leidinggevende dingen doen, dus ik zie jullie zo. Bro, hoezo doe jij altijd het makkelijke werk, bro? Zo! Kijk, ik ga afrekenen, Milan. Attentie, attentie, kassa 1, Enzo Knol rekent af. Kassa 1, Enzo Knol rekent af. Hallo? Mijn shift overnemen? Ja. Wat heb je meegenomen? Is dit voor werk? Ja, dit is mijn bakkie. Oh, is je bak. Dames en heren, goedenavond, goedenavond, goedenavond. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ga vooral lekker los in de chat en zeg hoi, goedenavond. Hallo, King Cappy, Aviteet. En wie zag ik nog meer in de chat? Simone. Ik zag Gino, die werd gewoon lid. Hey. Dankjewel Gino voor het lid worden, gast. Thank you very much, man. Ik heb alleen even een dingetje, zie ik hier. Potverdorie, wat is dit nou weer? Ik weet niet hoe dat... Oh, hier. Filter. Boom. Save. Is dit goed? Dit is denk ik goed. Ja. Yeah. Cool. Sick. Wie hebben we nog meer in de chat? Wie zie ik nog meer? Ik zie u welkom. Dankjewel, Gino. U ook welkom. Goedenavond, Elton, Silva, Greta, Pieter, Bram, Goorsens, hallo, hallo, Lars Groenewild is er weer. What's up, Alex Janssen, what's up, Yo Gaming, Dennis, en toen ineens was hij weg. De chat gaat te snel. Iets met Dennis, what's up. Nathalie, Shima, Boet, Pronk, goedenaam man. Hey. What's up? Goedenavond. Goedenavond Lisa. Goedenavond Quinten. Goedenavond Milan Gerritsen. What's up? What's up? Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wow, ik heb een rare soort steek hier of zo. Wat is dit nou weer? Dit haartje heeft zijn eigen wil. Zie je dat? Nou, mooi. Is klaar. Vet. Sick. Kijk vooral even mijn Snapchat vandaag. Want het was een unieke dag vandaag. Ik ben wezen stuntengast. Niet normaal, man. Hey, het is echt niet normaal. Echt absurd wat er is gebeurd. Maar goed, het was wel een ervaring. Kijk, ik ben wezen stunten. Stunten. Dat ben ik, bro. Dat ben ik. Echt lijp. Goed. Dus ja, check mijn Snapchat. Uitroepteken Snapchat. In de chat. In de Snapchat. Yo, Milan, kan je een keer Phasmophobia spellen? Ja hoor. Dat is P-H-A-S-M-O-P-H-O-B-I-A. IA. Alsjeblieft, man. Mick. Graag gedaan. Hebben we dat ook gehad. Fijn dat jullie weer zijn. Ik ben vanavond best wel enthousiast voor deze game. Hij staat al een lange tijd op mijn verlanglijst. Een hele lange tijd. En het is vandaag zover. Davy Cordes. What's up, Davy? Davy. Davy? Davy? Davy Davy, dankjewel voor het lid worden. Dat waardeer ik, dames en heren. Jij bent toch uniek? Uniek? Vind je paardrijden een sport? Dat is leuk dat je dat nu vraagt, Lizzie Love Kira. Want vandaag ging ik namelijk met een aanhanger rijden. Een auto met aanhanger. En dat was een paardenwagen. Dus er waren vandaag paarden-YouTubers. En ik weet niks van paarden. Ik heet Knol. Dat is een oud paard, weet ik. Heel cool, haha, leuk. Maar ik weet niks van paarden. Dus ja, dat was allemaal zo van hoi. Ik heb niks om over te praten, maar vet dat je er bent. Maar er zijn dus echt heel veel paarden-YouTubers, blijkbaar. Eén iemand die ik heb ontmoet is... hoe heet ze? Oh, kut. Feline Hoi? Heet ze zo? Volgens mij heet ze zo. Kennen jullie die? Paardenmeisjes in de chat? Paardenmensen in de chat? Ook een YouTuber. Dat is een old school, een OG YouTuber. Dus ze doet echt al 14 jaar of zo, 13 jaar. Ja, dus shout-out haar. Dus ik zei al van, joh, als je een keer een paard over hebt of zo, dan laat maar weten. Dus dat. Dat was een leuke, gezellige dag vandaag. We gaan Aquarium SP spelen. Ik weet niet wat het is.
ben geen paardenmens, maar ik ken haar wel. Ja. Ze heeft bijna 100.000 abonnees, zag ik ook. Ja, nice hoor. Dat je in zo'n niche, zo'n paardenniche, gewoon bijna 100.000 weer aan het tikken. Dat is echt nice. Enige paarden die ik op YouTube kijk komen van Red Dead Redemption, bro. Shout out jou, Wouter. Dat zijn echt goeie. Dat is een goede game. Goede game. Mick die gaat ook gewoon door alsof er niks aan de hand is. Hè? Mick die vraagt gewoon nog een keer. Kan je een keer Pasmophobia spelen en nu met twee E's en één L? Zo van, ik denk dat ik het nu goed heb getypt. Ik denk dat het nu goed is. Lekker bezig, Mick. Nou wil je natuurlijk nog antwoord, Mick. Nou, die ga ik je lekker niet geven. I-J-A. Mick, jij bent echt te jong voor dit. Je bent echt te jong. Je kan, je bent aan één oog, zeg maar, dat je 40% ziet. En het andere oog 10%. Maar dit gaat niet een goede kant op, Mick. Dit is niet best. Dit is niet best. Sonja! Sonja de Jonge, dankjewel voor het abonneren. Het lid worden. Shout-out jou, Sonja de Jonge. Dankjewel voor je support. Mick gaat ook gewoon door. Ik ben 14. Nou, mooi. Dus je bent niet te jong. Oké. Okay. Maar je bent wel van plan je school af te maken. Dat is wel nice. Misschien heeft Mickey inderdaad een slokkie op. Dat Mickey gewoon voor het eerst alcohol drinkt nu vanavond. Dat hij denkt, dit is mijn moment. Ik ga Milan vragen of hij vast mijn fobie wil spelen. Nee, zegt Mick. Nee. Dat mag nog niet. Hij is 14. Kom op. Even normaal doen, hè. Kom op. Ik heb dyslexie. Oh. Bro, dan ben je een superster. Dan ben je een held. Dan ben je een superheld. Jij ziet woorden en letters op andere manieren dan dat wij normale mensen dat zien. Dus maakt helemaal niet uit. De dyslexie is juist heel leuk, want dan maak jij hele mooie, unieke woorden. En daar hebben wij een lolletje om. En dat is helemaal prima. Bedoelen we niet gemeen of lullig. Maar goed. Ga ik het spelen? Nee. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga dat spel niet spelen. Ik vind Phasmophobia niet zo leuk, man. Er zijn fucking veel streamers die dat spelen ook. Dus, shout out jou, man. Lekker op de bank. Met een doos zakdoekjes. Lekker snotteren. Hooikoorts is zo fijn. Bruh. Is er nu hooikoorts? Nu? Damn. Ik heb daar helemaal geen last van. Daar mag ik ook altijd last van, maar... Le! What the fuck? Lily. Dankjewel voor het lid worden, Lily. Welkom bij het parkeerbord. Het virtuele parkeerbord. Ding. Neem een plek in de parkeergarage. 5M. Heb ik wel een keer gedaan, Keanu. Keanu? Keanu? Ik weet het niet. Mick wil wel met mij spelen. Dan misschien dan wel. Oh, misschien. Misschien. Wow, dat is sick dat je dat zo typt. Misschien. Is misschien. Damn. Dat is cool dat je met mij wil spelen, maar ik ga dat niet spelen. Dus dan houdt het op, Mick. Ik zou naar een andere streamer gaan. Ik ben ook helemaal niet leuk. Verschillende pollen. Ja, ik ben ook allergisch voor stof. Ik was vroeger allergisch voor bomen, bro. Vroeger was ik allergisch voor bomen, bro. Daar ben ik overheen gegroeid, gelukkig. Dan zag ik een boom en dan was het hatsjoep. Het was gewoon... Het bos was hel. Het bos was hel. Nee, ik was oprecht allergisch voor alles in een bos. Alles. Gras, bomen, schors, dingen raakte ik aan. Gezicht, niezen, rode ogen. Bro. Honden, katten. Alles met dieren, alles met haren. Stof. Klein beetje stof. Maakt niet uit waar het zat. Ik werd er last van. Miss Steefje, dankjewel voor de 7 maanden. Welkom terug. Dankjewel. Het is ongelooflijk. Maar ik ben over heel veel dingen... Je kan dus over allergieën kan je dus heen groeien. Dat is echt top. Ik was bijvoorbeeld, hè, wat ik zeg, allergisch voor honden en katten. Ik heb dat nog steeds wel. Maar het is nu in zodanige vorm dat ik ze wel kan aaien. En ik kan wel gewoon leuk doen met ze. Maar ik moet daarna gewoon opletten dat ik niet aan mijn gezicht zit. Zodra ik aan mijn gezicht ga zitten, of aan mijn ogen, of aan mijn neus of mond, of whatever.
dan heb ik een probleem. Dus als ik ze aai en ik ga helemaal met ze stoeien en spelen, dat kan, is gewoon helemaal prima. Ook al komt het allemaal in mijn gezicht of gaat die hond in mijn gezicht, dat maakt het ook allemaal niet uit. Zolang ik met die handen, met dat, dan heb ik een probleem. En bij paarden was het al zo dat ik bijvoorbeeld zo'n paardenstal inging. En dan kreeg ik al last overal. Of hooi, bijvoorbeeld. Dan zat ik al helemaal zo. Dat heb samen ik nu ook niet meer. Samen kijken met mijn mooie dochter. Shoutout jouw mooie dochter, Bobeer. Dankjewel voor de 9 maanden. Shoutout jou met je mooie dochter. Ik moet je maar geloven op je woord. Hè? Want ik bedoel, mocht ik een foto zien van je dochter en ik zeg, nou, dit ziet er niet uit. Dan is dat, is het mooie, is er wel vanaf dan, hè? Laat we eerlijk zijn. Maar goed, ik geloof je op je woord, Bo. Ik geloof je op je woord. Je hebt een hele erge pindaallergie. Ja, dat lijkt me moeilijk om daar overheen te groeien. Dat lijkt me wel pittig. Dat lijkt me wel... Ah, op zich, voor sommige mensen is het peanuts. Maar goed, ja, vervelend. Zullen wij het spel doen van de dag? Zullen wij aquarium simulatie dingen doen? Laten we dat doen. Laten we een introotje starten. Je mag in de chat even zeggen van... hoeveel liter in jouw aquarium tank zit. Dus zeg maar even... Ik heb een aquarium. En er past bij mij... X liter in. Verzin iets. En zodra ik dat soort dingen zie staan in de chat... Dan ga ik een introotje beginnen. Kunnen we daar later een videootje van maken? Klinkt helemaal top, toch? Oh, jullie gaan gewoon neerzetten hoeveel liter. Oké. Nou, mag ook. Goed, joh. Skulls and Bones ga ik niet spelen. Nee, ik ga nog liever dood. Fuck Ubisoft. Goed. Kunnen we? Nice! Goed. Dames en heren. Ik heb in het verleden nog nooit een aquarium gehad. Mijn broertje wel. Ik weet ook dat er vele YouTubers zijn met een aquarium. Maar om een aquarium te onderhouden of een aquarium te zijn in deze aquarium simulator, dat is voor mij iets nieuws. Dus vandaag gaan wij samen kijken hoe het is om een soort aquarium simulator te spelen. En te kijken hoe het is om visjes te voeren, schoonmaken en een aquarium inrichten, denk ik. Ben benieuwd. Wat een serieus gezicht. Het is ook een heel serieus programma, dit. Dit is niet zomaar iets, hè. Dit is een YouTube-kanaal met heel veel abonnees. Dit is niet zomaar iets. Boetpronk, die snapt het. Dankjewel voor de euro, Boetpronk. Dankjewel, man. Oh, er komt ook nog 2 euro van Boetpronk aan. Kijk. Eduardo, dat is mijn neef van YouTube. Wajo, wajo, wajo. Flex. Yo, yo. Boetpronk. Even een applaus voor Bardo Boetpronk, zijn neef. De neef van Bardo Boetpronk. Sick. Echt nice, man. Ken je Enzo Knol? Dat is mijn broertje, man. Oké, okay, sick. Goed, kunnen we door? Vet. Is er nog iemand anders die wil flexen? Is er hier bijvoorbeeld een neef van Virgil van Dijk of zo? Of misschien is er de dochter van Chantal Jans aanwezig? Of... Zeg het maar. Is er nog iemand die wil flexen? Mag nu. Boetpronk starten. Boetpronk zegt ja, ik. Je hebt letterlijk net met 3 euro geflexed, bro. Demi is de zoon van zijn vader. Nice. Ik wou dat ik dat niet was. Ja, maar Geet, ik vond het heel eng, Snapchat. Ja, ik vond het heel eng dat ik allemaal deed. Maar ik heb het gedaan. Ronaldo is mijn neef. Shoutout jou. Neef van Mr. Beast hebben we in de chat. Iemand kent Jeroen van Holland. Wie is dat? Ik weet niet wie dat is. Vet. Remy is een YouTuber. Vet. En dus de opa van Sonja, die heet Jan. Nou, hey, hebben we allemaal geflexed? Dankjewel, Boetpronk, voor deze trein. Deze flextrein die je hebt gestart. Oh, iemand is mijn neef. Steven is mijn neef. Marco Schuitenmaker is mijn neef. Ik weet niet wie dat is, maar vet. Nederlands kampioen vissen. Vet. Iemand is mijn zwager ook, zie ik ineens. Vet. Shout-out jou, Patrick. Ik ben de nicht van Bokita. Wat? Bokila. Wat is dat nou weer? Vet. Nou, hebben we alles gehad? Iedereen heeft geflexed? Mooi. Goed. Kunnen we beginnen? Ongelooflijk. Oh, wacht. Ik zie een foto van Bo. Met de dochter. Ja, oké, je hebt gelijk. Dat is wel echt een cutie. Je hebt echt teringlelijke baby's op de wereld. Maar Bo, jij hebt een mooie dochter. Ja. Ik zie wel wat vlekjes bij de gezicht. Maar dat trekken we weer weg natuurlijk. Hoop ik. Of niet.
Kan ook niet trouwens. Dan is het ook prima. Dan is het een soort Dalmatier, maar dan menselijk. Met vlekken. Vet. Nee, maar dit is een mooie, dit is een schattig meisje. Ik ben het mee eens. Goed. Ik vind het heel moeilijk om te praten over baby's. Maar goed, ik heb het gedaan. Het is me gelukt. Laten we de game gaan starten. Oh, wacht. Deze moet weg. Die kunnen we aandoen. Aquarist, denk ik. Nieuw verhaal. Kies. Oké. De game is dus Nederlands vertaald, zoals je ziet, opgeslag. Maar hij is door de community Nederlands vertaald. Dus er zitten wel wat fouten in. Goed. Dit is mijn vader. Wat? Hey, zoon. Voor je 14e verjaardag heb ik een speciaal cadeau voor jou. Je weet dat ik gek ben op vissen. En daarom denk ik dat dit het juiste moment is voor je eerste aquarium. Van harte gefeliciteerd. En voordat ik het vergeet, hier heb je ook wat geld om wat moois van dit aquarium te maken. Besteed het verstandig. Nu zie ik je denken, hoe kan hij zo sterk zijn dat hij het hele aquarium tilt? Nou, je zult op jonge leeftijd veel visolie moeten drinken. En dan zul je opgroeien als een man net als ik. En niet alleen melk met die vlokken erdoorheen. Je bedoelt cornflakes. Nou goed. Vet. Nou, bedankt pap. Je bent ook totaal niet creepy. Je ziet er echt uit als zo'n vieze... Maar goed, nee joh, helemaal niet. Het is gewoon normaal. Van de vader. Goed. Bedankt pa. Beweeg je muis. Oké, dan gaan we meteen even instellen. Die mag naar beneden. Oké, dit is mijn kamer. Oh, dat lijkt wel een beetje op een kamer die ik heb gehad vroeger. We hadden dan wel... Ja, ik zeg wij, want Enzo en ik sliepen samen op een kamer. Hadden we ook een stapelbed. En hadden we, Enzo sliep hier. En ik sliep dan boven. Was cool. Oké, aquarium. Het is heel belangrijk om de juiste soort vissen, planten en decoraties in het juiste water te zetten. Anders gaan ze dood. Een ster plus een bloem is... Ster plus ster is... Ja! Hey, duimpje omhoog. Duimpje. Weet je wat er gebeurt als een duimpje omhoog doet? Dan hoor je heel hard... Waarom ik? Hoor je dan heel hard. Oké, de naam. Wat is het naam van het aquarium? Het is een aquaknol, noemen we hem. Kenmerken, prima. Capaciteit is met een C, maar dat is ook prima. Temperatuur, water... Dit is mijn eerste aquarium gekregen van mijn vader voor mijn verjaardag. Hij is niet groot, maar groot genoeg om alles te leren over een aquarium hobby. Oké. Okay. Dan gaan we de winkel openen. Ik was vanmorgen even met baaiers. Was je vanmorgen met baaiers? Is die weer vrij? Wat sick! Hey, dankjewel voor de 5 euro, Nicky. En shout-out naar baaiers. Fijn dat hij weer vrij is. Nee, volgens mij gaat het goed met hem, man. Hij heeft helemaal een huisje, beempje, boventje. Hoe noem je dat? Huisje, boompje, huisje, woefje, huisje, beestje, huisje, boompje. Ik weet niet hoe het gaat. Iets in die richting heeft hij nu. Vet. Je kan het niet zo goed zien, want mijn cam zit ervoor. Maar hier is een flora-blad. En een subcategorie. En hier is een bodemzak. Deze moeten we hebben. Zak vol aarde. Denk ik. Toch? Oh, kijk nou. Oh, Boetpronk weer met de 2 euro. Dankjewel, Boetpronk. Zonder flex nog wel. Dankjewel, neef van Bardo. Ik heb toch hierop geklikt al? Koop een schep en bodemsubstraat. Koop een schep. Ik heb bodem net gekocht. Wat? Ik heb toch net bodem gekocht? Huh? Maar hier een schep. Top. Wat is dit? Zout. Nou, dat kan ik allemaal niet doen. Oké. Okay. Raap de nieuwe grond en de schop op. Ik vis ook op snoek. Ik vis ook op snoek. Bro. We zijn een aquarium game aan het doen. En jij komt ineens uit het niet. Ik vis ook op snoek. Tering. Oké, gast. Fucking hell, gast. Oh, wat is dit? Dat is grond. Raap de nieuwe grond en de schop op. Fuck, ligt die schop dan?
Oh, huh? Waarom is hier alles... Oh, hier. Nieuwe schop. Waarom heb ik zoveel... Ik heb zoveel grond gekocht. Oké, en dan. Klik op het aquarium om grond aan te brengen. Oké, ik klik op het aquarium. Maar waarom doet hij het niet dan? Ik klik hier toch op? Ik klik al... wat? Oh, dit is hoe je het laat zakken. Waarom doet hij het niet? Klik het aquarium. Ik klik toch op het aquarium? Wat wil je dat ik doe? Wil je dat ik die heb? Huh? Hau! Ah. Hau! Ah. Ik ben allergisch voor aquariumbodem. Ah, sorry. Ja, er staat druk op Q om te inspecteren, maar dan gebeurt er dit. Klik op het aquarium om de grond aan te brengen. Ik klik. Maar er gebeurt niks. Wat is dit? Wat is dit? Kan ik nu niet verder? Ik kan gewoon niks nu. Wat is dit voor raars? Ik kan helemaal niks. Ingedrukt houden. Oh, ingedrukt houden. Nee. Oh, ik moet de bodem en de schep tegelijk hebben. Ben je vol... Ja, oké. Okay. Verplaats de aarde van de zak naar het aquarium. Oh. Yes. Oké. Okay. Scheppen. Ja. Niet slecht. Doe de rest van de aarde in het aquarium. Oké. Okay. Als die game nu al zo begint, heb ik niet veel hoop voor dat ik dit allemaal ga begrijpen. Dus de tutorial te moeilijk is. Oké. Okay. Rechtermuisknop producten laten vallen. Ja, we laten alles gewoon hier in de kamer liggen. En als mijn vader komt, zegt hij... Wat is dit nou weer voor zooi, man? Je gek. Koop en pak een steen. Koop en pak een steen. 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 Maat. Doe maar het allergrootste. Ha, ik ben zo'n Michael Jansson. Boetbonk, nou ben je echt gewoon... Ik ben... Dat was de verkeerde. Dankjewel voor de 6 euro superchat. Maar Boet, nou ben je een beetje... rare dingen aan het zeggen. Ik ben zo'n Michael... Ik weet niet wat dat is, gast. Maar goed, dankjewel voor de 6 superchat, bro. Ik heb gelachen. Thanks, man. Oké, hier is het steen. De steen. Oké. Koop en verzamel 4 items in je inventaris. Huh? Bewerk. Oh. Oh, dan krijg je geld terug. Nee, ik wil een grote steen. Met de punt omhoog. Best. Prima. Moet ik dit doen? Koop en zet 4 decoraties in de kwaai. Oh, dit heb ik niet, moet ik niet doen. Oh, wacht even. Dit moet ik allemaal weg. Zo. Kut, was mijn schep. Wat ligt daar? Dan gaan we nu decoraties kopen. Dan kiezen we... dingen. Dit. Dit. En, is dit alles van decoratie? Oh nee, hier hebben we nog meer. Takken. En een pilaar. En een andere soort steen. Best. Oké, okay, we hebben er best wel veel nu. Kijk, nou, dit is het. Maar wel van Bardo. Wel van Bardo. Bro, wat ben je allemaal aan het zeggen, Boet? Heb je wat gebruik jij, gast? Zijn jouw medicijnen dubbel binnengekomen dat je die nu neemt? Wat gebeurt hier, Boet? Thanks voor de superchat, maar ik snap er helemaal de ballen niet van. Kalmeer. Goed. Deze zetten we erin, stuk steen. Hier een stuk gras. Bam. Ja, hier een stukje gras. Hoppakee. Is dit alles? Ja, dat was goed. Maar ik wil nog eentje. Ik wil een pilaar. Ik wil een pilaar hier in de hoek. Mag iets kleiner. Ja. Oh, hij viel om. Ik moet even rechtop staan. Misschien kan ik hem op die steen doen. Oh, nice. Dat werkt. Kijk nou. Oké, okay, cute. Klik met de rechtermuisknop op de decoratie, bijvoorbeeld de steen, om hem statisch te maken.
Op deze manier zullen andere decoraties het niet omverwerpen. Oh, is statisch. Ja, klik. En dan vink je dat aan. Oh, kijk. Oh, top. Ja, die zetten we aan statisch. Dus dan gaat hij niet meer bewegen. Dit is een plant, dat beweegt natuurlijk niet. Goed. Koop een filter. Ja. Filter. Oké, okay, $45 voor het filter. Zet het filter in het aquarium. Oh, ik heb hier nog een tak. Wacht even, dit moet er nog even in. Ik doe maar ergens daar, joh, best. Nee, filter. Waar moet die? Hierboven. Ingeschakeld. Item is niet onder water. Oh, dan moeten we even iets lager met dit ding. Zullen we dat filter gewoon hier doen? Prima. Zo, ingeschakeld. Koop een verwarming. Oké, daar gaat hij. Bubbel. Hij bubbelt. Hij bubbelt. Wat leuk. Koop een verwarming. Zo, wat zijn dit voor luxe vissen, joh? Zet de verwarming in het aquarium. Ja. Die zetten we gewoon hier. Prima. Ingeschakeld. Oh, dan kun je zelf de temperatuur inschakelen. Ik weet niet wat goed is, maar... Ik kom een thermometer. Wat is het verschil tussen een verwarming en een thermometer dan? Thermometer meet en een verwarming verwarmt? Oh, dat zal het wel zijn. Zullen we die naast elkaar zetten? Leggen die wel naast elkaar. Ik denk niet dat het moet, maar... Maakt me even niet uit. Zo. Oké, cool. Ik heb wel medicijnen voor dat en autisme. Oké, Boet. Het was niet zo bedoeld. Nou moet je niet ineens je hele medicanale dossier opbrengen hier zo. Het medische dossier wat je hebt. Boet Pronk, goed dat je medicijnen neemt. En verder sterkte. Maar ik zal even stoppen met superchatten. Want ik ben een beetje in de war, zeg maar. Dat is het een beetje kut. Vis is het lekkerst in 180 graden. Ja, lekker gebakken visie. Ben ik mee eens. Maar dankjewel, Boet Pronk, voor die 2 euro superchat. Dankjewel. Is dit een serieuze vraag? Wat is het verschil tussen een thermometer en een verwarming? Wil je even niet zo vervelend doen, Kel? Ik ben midden in mijn game. Oké, moet ik vis kopen? 2 goudvissen. We kopen 2 kleintjes, ja? Dat is cute. 2. Bam. Dit is superleuk. Zet het vis in het aquarium. Yes, daar gaan we. Let's go! Mijn first goldfish. Hoppakee. Nog 1. Ja hoor! Kijk ze gaan. Ik heb 2 vissen. Elke vis heeft zijn eigen statistiek. Klik met de rechtermuis op de vis om deze te inspecteren. Oké. Dit is de goudvis. Als de vis tevreden is, zal die groeien en nakomelingen krijgen. Oh, wat fantastisch. Dan kun je geld verdienen, maar dan kun je die weer fokken. Oké, ze hebben honger. Jagen, bla bla bla. De temperatuur moet iets warmer, maar hoeveel... de goudvis is een zoetwatervis. Werd 1000 jaar geleden gefokt. Vet, shit. Die zijn oud, joh. Temperatuur, vissen, decoraties. Oké, er moet iets meer decoraties bij. Plant... Nee, trouwens, het is een smiley, dus hij is prima nu. Alleen de temperatuur moet iets hoger. Ja, ik zie allemaal waarschuwingen links in beeld. Ik weet niet wat dat is. Klik op de naam voor je vis, dan kunnen we hem naam geven. Nou, zullen we die even Boet Pronk noemen dan? Zo. En hoe heet die andere vis? Oh shit. Waar is die vis? Hier. Oh, deze is Boet Pronk. Waar is die andere? Hier, kom hier. Verdomme. Die. Ja, deze heet Goudvis. En deze heet, wie had de laatste superchat? Nikki Vianen. Goed. Nou, de 2 vissen heten nu zo. Wij moeten wel even de temperatuur iets omhoog gooien. Oh shit. Dat doen wij zo. Dus we gooien het even naar 19 graden. Dat vind ik denk ik wel een... Dat is wel een fijne temperatuur. Misschien 20 zelfs. Dus ik denk dat dat wel fijn is voor de vissen. De temperatuur gaat misschien nu makkelijk langzaam omhoog. Ja. De temperatuur gaat omhoog. Ja. De temperatuur gaat nog iets omhoog. Oké, dit is goed. Dit gaat de goede kant op. Koop visvoer. Visvoer, even kijken. Voer voor zoetwater herbivoren vissen. Ja, dat is deze. Er staat ook een goudvis afgebeeld, dus dat zal wel goed zijn. Top. Ja. Je kan de vissen voeren door op het water te klikken. Oh, kijk nou, daar gaan we.
Nou jongens, eten. Ik kan niet bukken, hè? Nee, ik kan niet bukken. Dat is wel jammer. Nou goed. Nu zijn vissen klaar om... Oh, oh. Wow, er staat ineens heel veel tekst hier in beeld. Om te kweken. Om geld te verdienen, klikt u de rechtermuis op een van hen. Of inspecteert u het aquarium en verkoopt u. Grote vissen verkopen, levert meer geld op. Oké. Okay. Maar ik kan dit ook niet rustig even ergens neerzetten. Ik moet het echt gooien. Kan ik dit ook verkopen? Want ik heb iets te veel gekocht, zie ik. Nee, dat kan ik. Ik kan het niet verkopen, volgens mij. Oh jawel, verkopen. Bam. Hoppakee, verkopen. Hop, verkopen. Prima. Wat nu? Is dit het? Ik moet gewoon nu kijken naar vis of zo? Dit kan het toch niet zijn? Is dit mijn hele... Dit is allemaal gelokt. Kan ik nog meer vissen kopen misschien? Nee, dit is allemaal op een lockdown. Ik klik hierop. Of moet ik er nu eentje verkopen als voorbeeld? Ik snap het niet. Dit is het, denk ik. Oh, huh? Er is eentje bij! Ze hebben geneukt! Ik vis liever op karper. Ik vis liever op karper. Gast, we zijn hier goudvissen. We zitten in een aquarium. Dat heeft niks te maken met vijvers, kanalen waar jullie vissen. Waar heb je het over? Met een vis erbij. Goudvis heet hij. Oftewel, hij heet nu Dylan Bakker. Welkom, Dylan. Ze hebben geneukt. Ze hebben gepaard, bedoel ik, moet ik zeggen. Ze hebben gepaard. Dat is een beetje grof. Hè, wat ik zeg. Ja, deze gaan we verkopen, man. Laten we los. Laten we los. Verkopen. Stom ding. Stuk tak. Dankjewel, Dylan. Dankjewel. Maar, Oh, daar is er nog één bij! We hebben er vier! We hebben er vier, we hebben er vier. Welke is de nieuwe? Oh, ze gaan hard. Nicky en Boet zijn aan het beuken, gast. Waar is die vierde? Hoe kan ik zien... Wanneer kan ik zien... Welke de fucking vierde is? Hoe ga ik dit ooit doen? Dat is hetzelfde weer. Dat is ook weer dezelfde. Dat is ook weer dezelfde. Vliegt niet elke keer voor mezelfde beeld. Die steen is ook echt heel irritant, man. Ik ga dat steen ook verkopen. Op donderen. Dus kan ik de hele tijd die vissen niet doorzien. Boet, pronk. Vis! Ja, deze. Verkopen. Er ontbreekt iets. Ik weet het. Koop een achtergrond en pak deze op. Achtergrond? Oh, we gaan zo'n fake-ass achtergrond kopen. Nee, is goed, man. Zo. Oké, dude. Ja, man. Net echt. Heel cool. Koop een andere achtergrond en plak deze op de volgende wand. Oh, ik moet nog een achtergrond kopen. Vreselijk. Oké, dan doen we nog een keer deze. Die plakken we dan hierop. Wauw, kijk nou, joh. Net echt. Heel cool. Pak wat decoratie, bijvoorbeeld een steen, en zet het op de achtergrond om een unieke compositie te maken. Hoe doe je? Zet het op de achtergrond. Je kan dit allemaal... Je kan dit laten klimmen. Je kan dit laten klimmen. Kijk nou. En dan kun je weet ik veel, kun je zo'n ding zo hier aan plakken. Hoppa, kijk nou. Wat leuk. Heb ik gedaan. Koop een schraper en pak deze op om de ongewenste achtergrond te verwijderen. Ik heb deze net nieuw. Oké, schraper. Ik heb hem. Verwijder. Oké. Nou, bedankt. Ik vond het net zo leuk. We kunnen ons aquarium nog beter maken. Koop een lamp en pak deze op. Oké. Oeh, dit is een hele lelijke lamp. Lamp. Oh ja, oké. Boom. Klik met de rechtermuis op de lamp. Kleur. Welke kleur lamp willen we? Roze. Inschakelen. Wauw. Stroom. 40. Volle stroom, gast. Wat is dit? Alles is roze, alles is cute, alles is pink. Heel cool. Yo, anders gaan jullie even je ding doen. Meerdere maken, meerdere vissen maken, gast.
Je kunt ook decoraties, decor, ik moet decoratie uit mijn aquarium pakken en dan verwijderen. Oké. Okay. Heb ik gedaan. Oh, ik moet hem echt kiezen. En kies een decoratie en stop hem in de prullenbak. Oké. Okay. Tijd om ons aquarium van dichtbij te bekijken. Klik op het aquarium om over te straken naar de vrije bewerkingsmodus. Oh ja, oh kijk, dit is het ding. Kijk nou. Kijk, nu kunnen we ze echt van dichtbij bekijken. Heel erg cool. Wauw. Goudvisjes zijn echt cute, hè? Damn. Oké, cool. Dit werkt. Dit werkt. Cool. Als je klaar bent, recht de muisknop. Oké. Nice. Hoi! Oh, sorry! Ik was niet met de vissen aan het spelen, ik zweer het je! Goed gedaan, zoon. Het aquarium is klaar. Tijd om een echte uitdaging aan te gaan, maar ik heb een probleem met het aquarium in de huiskamer. Kun je dit voor mij oplossen? Natuurlijk krijg je geld om alles te kopen wat je nodig hebt en je verdiende je eerste salaris. Klinkt als een goed aanbod? Ja, pap. Ik krijg salaris, vet. Volg je vader naar de woonkamer. Oh, hij is al weg. Oh. Opgeslag. Dankjewel. Een hele lekkere taart. Met opgeslag. Oh, jeetje. Is dit mijn moeder? Mam. The fuck is er mis met jou? Dat je zo'n guy fixt. The fuck? Goed. Niet mijn ding. Ik bedoel, jullie hebben mij gemaakt. Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan. Waardoor alle vissen zijn overleden. En toen kwam al deze alg. Ik denk niet dat ik het zo goed heb gedaan. Kan je mij helpen dit op te lossen? Ik zou graag zoutwatervissen willen. Het liefst zeepaardjes. En Regal Blue Tang vissen. Hier heb je wat geld om alle benodigdheden te kopen. En als je me weet te verrassen, verdien je vandaag ook je eerste salaris. Aha. Oh! Pap! Dit is vreselijk! Ik ga de dierenbescherming bellen. Dit kan je niet maken, joh. Ze drijven gewoon. Het zijn geen boten. Wat denk je wel niet? Mam, zeg er wat van. Alsjeblieft, zeg er wat van. Vreselijk. Nemo. Daar ga je. Nemo! Nemo! Lijkt wel alsof Shrek de boel heeft overvallen, joh. En uit elkaar is gesplat hier in het midden van het aquarium. Koop een net. Nou, gaan we. Gaan we. Waar ligt dit nu dan? Ligt het nu boven? Oh, hier ligt het. Oh jee. Oh, ik moet ze eruit vissen. Oh, wat zielig. Klik op het toilet. Oh, klik op het toilet. Oh nee. Klik op het. Mam, pap, ik ben vergeten waar het toilet is. Waar is het toilet? Ik sta nu in de eetkamer. Waar is het toilet? The fuck is het toilet? Hallo? Buurman? Hoe is jouw indeling? Hier is het helemaal in de war. Waar is het toilet? Boven? Ah, hier. Oh, oh nee, oh, oh nee. Oh, zielig. Oh. Oh, oh, Nemo, daar ga je. Doe de groetjes aan Dory. Oh, dat kan niet meer, want je bent dood. Je bent dood. Ja, lachen en huilen tegelijk. Bro, als jij nu iemand bent, een vader of een moeder, en je hebt kinderen en die hebben goudvissen gehad en die gaan dood. Ja, je lacht je stuk natuurlijk, heel eerlijk. Maar de reactie van die kinderen zijn zo goed. Dat is zo goud. Die gaan helemaal lopen janken. Terwijl ze nog nooit voer hebben gegeven. Terwijl ze nog nooit iets van aandacht hebben gegeven aan die vissen, behalve dan het moment dat ze erin gingen. Ja, flikker ook wel eentje in de prullenbak, kan mij het schelen. Ligt die er nog? Nee. Nou goed. Wat is dat voor laag toilet? Nou, hoezo? Heb jij alleen een staand toilet dan, Pam? Het is een poepje tegen zo'n staande. Oké, koop een spons. Wat is een spons? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet een spons eruit? Ik weet niet hoe een spons eruit ziet, gast. Netto, schop, schraper, booster, zout, slang, spons. Oh, is dit een spons? Oh. Goed. Spons. Nice.
Houd de linkermuis op ingedrukt en beweeg de muis om het schoon te maken. Oké. Pap, don't worry. De rollen zijn omgedraaid. Nu ben jij het een keertje die gewoon niet weet wat hij aan het doen is. En jij hebt de vissen doodgemaakt. Normaal is altijd het kind die de vissen doodmaakt, hè? Als ze erin lopen pissen of zo, dan denken ze van, oh, dat hoort. Oké, ik zit in het aquarium nu. Vet. Oké. Hi, pap en mam. Hoi, pap en mam. Ik ben onder water. Kijk mijn hoofd ook trouwens. Grappig, man. Lijkt wel een Snapchat-filter. Grappig. En aquarium thuis is ook groen. Wil je langskomen, Milan? Nee, Jasper, dat wil ik niet. Wat denk je zelf? Altijd van die vervelende mensen in de chat die dan iets thuis ook willen omdat ik een simulator game doe. Ga weg. Pak nu het vieze filter uit het aquarium en spoel deze schoon in de gootsteen. Oké. Hey. Gootsteen. Oeh, er ligt een mes. Goed. Oh ja. Ga maar even douchen. Wat is de bedoeling hier? Dat ik gewoon draai of zo? Ik moet gewoon draaien. Mijn muis gaat echt alle kanten op nu. Geweldig. Hij is schoon. En dan moet je dezelfde manier die andere schoonmaken. Oké, dat is prima. Goed. Dit is een echte aquarium simulator. Ja, dat is volgens mij ook inderdaad, ja. Deze game komt ook binnenkort uit, als in officieel. Want het is nu een soort van early access nog, maar... Ik weet niet wat ze gaan veranderen. Ik had geen geduld ervoor. Letterlijk over 3 dagen komt deze game uit, officieel, met allemaal updates. Maar ik had geen zin om te wachten. Ik had zoiets van, ja, nu te laat, gast. Ik heb hem al gekocht, vorig jaar of zo. Ik heb deze game echt al 6 maanden op de verlanglijst staan. Maar goed, wanneer je de video kijkt, denk je van, huh, deze game is toch al uit? Ja, dat klopt. Je kijkt een livestream terug, ja. Koop een slang. Een waterslang? Slang. Koop. Wat moet ik hiermee doen? Weggieten van water? Wat? Hoe bedoel je weggieten van water? Oh, hier, slang. Gaan we dit gewoon hier weggooien? Oh, nee, koop een emmer. Oh, oké, wacht. Tuurlijk niet. Koop even een emmer. Wacht even. Emmer. Hoe ziet er een emmer eruit? Wat zijn schoonmaakartikelen? Ben ik blind? Oh, hier moet ik op drukken. Oké, kijk. Emmer. Wat verdamme een gore emmer. Goed. Emmer. Giet het water uit de emmer. Klik op het toilet of de gootsteen. Nou, wat denk je zelf? Gootsteen is veel dichterbij. Arme vissen, zich kan echt niet. Haha. Arme vissen? Ik zorg hartstikke goed voor die vissen, Menno. Dankjewel voor de superchat, bro. Maar dit is helemaal niks arm. Dit is door hem. Door zijn kale plek op de kop. Dat lijkt mij wel, trouwens. Dit is niet door mij. Ik ben nu de vissen... Ik ga nu de vissen een beter leven geven. Ik ben van de dierenbescherming. Ik ga ze een beter leven geven. Komt helemaal goed. Oké. Ik heb dit. Kijk aan hoeveel geld ik heb. $1410. Bro, dit is... Oh, trouwens, wat je linksboven ziet zijn mijn recente donaties van de livestream van vanavond. Dankjewel. Oké, laatste water even weg. Met niets in je handen, klik op de slang om hem eraf te halen. Oké. Zo. Gebruik de schop en houd de linkermuis op ingedrukt om de gebruikte grond eruit te trekken. Oh, mijn schop ligt boven. Ik ga mijn schop even halen. Waar ligt mijn schop? Hier zo, op de grond. Hoppa. Rechtsonder staat shovel, maar goed. Maakt niet uit. Oké. Oh ja. Dit is heel logisch. Nice. Weg met die grond. Raap de nieuwe grond. Raap de nieuwe grond en de schop op. Ik moet dan eens even grond kopen, hè? Grond. Oké, bodemzak. Welke moet ik kopen? Maakt het uit?
Nee, dat maakt niet veel uit. Oh bro, deze is goedkoopst. Bam. Wat denk jij? Gaan we sparen op alles, gast. Oké, en dan nu die schop erbij en dan dit. Ja. Hoppa. Ja. Hoppa. Ja. Hoppa. Wat gebeurt er als ik die QR-code die op die zak staat ga scannen met mijn telefoon? Doet dat iets? Het zou heel slim zijn van de game om daar iets mee te doen. Ik ben benieuwd of daar iets mee gebeurt. Wacht even. Val eens even heel gunstig. Val eens even gunstig neer. Nee, even iets anders. Ja, een beetje zo inderdaad. Kan ik dat scannen? Is dat te scannen? Even kijken. Hij is wel aan het zoeken. Nee, ik kan het niet scannen. Ik kan het ook niet... Maar hij moet even iets anders liggen. Eigenlijk moet hij even op zijn kant liggen. Huh. Nee, niet op die kant. Op de andere kant. Op zijn rug. Of ik moet hem even hierop doen. Ergens op. Hierop. Huh. Nee. Nee. Ja. Ja, dit is top. Dit is hem. Dit is hem. Dit wordt hem. Ik ben aan het scannen. Huh. Hij doet het! Open met Chrome. Waar gaat hij heen? Ik ben gehackt. Waar gaat hij heen? Scannen jullie hem ook? Waar gaat hij heen? Hij opent mijn Chrome, maar hij doet niks. Geen idee. Doet hij bij jullie iets? Ik weet niet. Bij mij deed hij niks. terwijl je hem vasthoudt, klik je op de gootsteen om hem met water te vullen. Oké, nou, goed, gaan we dat doen. Laat zien dan. Ja, je ziet gewoon dat mijn Chrome wordt is geopend. Maar je ziet verder niks erbij. Je ziet gewoon de laatste website die ik heb bezocht. Maar dat wil jij niet weten. Ik ga naar een rare site. Echt? Ik zie gewoon mijn laatste Chrome pagina die ik heb geopend. Ik weet het ook niet. Ja, ik kan. Misschien heb ik al een lijpe virus ineens op mijn telefoon. Thanks game. Zal wel. Ja, lijkt me sterk, toch? Jammer dat de QR-code niet werkt. Het zou slim van hun zijn als ze die QR-code bijvoorbeeld hadden gedaan naar hun Steam-pagina, weet je wel, waar je de game kan kopen. Dat zou slim zijn. Dit, dat het niet werkt, is gewoon slechte marketing. Koop zout en pak dit op. Je kunt het aquariumtype water veranderen in zoutwater. Oké, koop zout. Oh, hier, zout. Heel zoutig. Oké. Hier ligt zout. Dan ligt het op de grond ook. Weet je zeker dat je het zoutgehalte van het water wilt veranderen? Denk eraan dat vissen en planten in het verkeerde water snel doodgaan. Als je overschakelt op zoetwater, giet dan al... Ja, nee, doe maar. Hoppakee. Zo. Druk op John op het... Druk op J. Zet wat lampen in het aquarium. Zet de verwarming aan. Zet het filter aan. Zet de achtergrond. Doe dit. Doe zus. Doe zo. Oké, lampen. Moet allemaal opdrachten hebben. Kijk, we moeten sowieso een filter hebben. Oh nee, filter zit er al in. Lampen dus niet blijkbaar. Dus we zetten wat lampen erin. Twee lampen, dankjewel. Dan hebben we verwarming aanzetten. Hè? Achtergrond. Die hebben wij... Waar is de achtergrond? Oh, dat was hier. Oeh, dit is wel leuk. Nice. Ja, doen we deze. Ja, ik koop er eentje van. Wat hebben we nog meer? Zet een koninklijke blauwe tang. Is dat een vis? Ja, dat is een vis. Oh, Dora! Dat is Dora! We zetten Dora erin. Kijk nou! We zetten... Wauw. Ziet er een beetje raar uit zo, maar goed. Het is wel Dora. Daar doen we er 3 van. Toch? Ja. Dan zet een zeepaardje. Oké. Zeepaardje. 5 stuks, dacht ik. Dan hebben we zet wat waterplanten. Oké. Moet wel even letten dat het dus zoutwater is. Dus dit is zoutwater hier.
Dus zeewier moeten we dan hebben. Oh, dat is alleen maar zeewier. Oké, okay, zeewier, zeewier en zeewier. Oké, okay, goed, prima. Gewoon wat verschillende dingetjes, joh. Best. Prima. Oké, wat een bende hier. Schik wat koralen in het aquarium. Koralen? Dat zijn koralen. Oh, dit. Koralen. Oké, wat is dit voor raar ding? Nou, ik ken verschillende mensen die hierop kunnen zitten. Oké. Okay. Ja, mooi. Ja hoor. Nou, kun je met drie tegelijk in. Nice. Doe die ook maar. Ziet er ook wel vet uit. Ja hoor, en een vette bloem. Kan mij het schelen. Mooi. Maar dat moet nog volgens mij iets meer hebben, maar... Nou, we kopen wel iets meer alvast. Koralen. Oh, hier een ster. En doen we wat blauwe meuk. Doe deze ook maar. Prima. Nou, dan gaan we. Lampen. Waar liggen de lampen? Even kijken, kunnen deze even weg? Waar liggen de lampen? Hier liggen de lampen. 1, 2. Die zetten we even... Zo. En... 5 doen we... Zo. Mooi. Die lampen zetten we even aan natuurlijk. Doen we gewoon blauw, dat is mooi. Stroom 40. Kom uit schelen, gast. Gewoon full power, man. Een paar betaald. Ah, kijk, dit is mooi. Dit is mooi. Lampen zijn klaar. Achtergrond. Oh, die ligt hier op de grond. Ja. Oh. Achtergrond gedaan. Dan hebben we hier allemaal vissen liggen. Maar zullen we eerst even gewoon dit allemaal doen? Allemaal dat koraal erin gooien. Zo. Oh, die moet andersom, toch? Kijk, die wordt toch zo? Die zit ik wel even vast. Kan dat niet? Dat kan niet. Nou, whatever. Die moet erin. Oh, dat is een vis. Wacht. Oh, sorry, Dora. Ik gooi die Dora zo hard weg. Wat als ik nu Dora pak en ook gewoon Dora met Nemo in het toilet gooi? Is dat oké? Wil je dat, denk je? Het is Dory, niet Dora. Oh. Nee, dat wil hij niet. Oké. Okay. Oh shit, ik kan hem niet meer pakken. Kut. Ik kan hem niet meer pakken. Oh, ik heb hem. Goed, dat wil hij niet. Dory, is het Dory? Ja. Nou, flikker die maar even daar neer. Zo, die even zo. Hier, doe die er maar even in. Ja, want mijn pa is niet zo kieskeurig, man. Ik bedoel, de vorige die ging ook dood. Dus niet dat hij denkt van... Oh jeetje, wat erg. Wat ziet dat vreselijk uit. Toch? Nou, heb je hem niet nodig, joh. Ga weg. Zo, hoe ver zit ik nu? Ga weg. Zo. Het zeewier is wel cool. Ja, eigenlijk moet je dan meerdere wat van kopen. En dan meerdere van die lijntjes hebben of zo. Dat is wel cool. Goed, dan hebben we nu die zeepaardjes die erin moeten. Oh, shit. Dat is één. Wat is hij boos? Oh, kut. Ik moet die filter aanzetten. Wacht. Filter aan. Verwarming aan. Hoe warm moet je hem hebben? 30, denk ik, of zo? Hoe warm willen ze het hebben? Hoe kan ik dat hoe weet ik dat? Oh, hier. Temperatuur 26, 28. Oh, zo. Nou, dat had ik toch goed geschat dan. Doe maar 29 dan. 26, 28. Zet hem op 29. Oh, dat zeg ik trouwens wel. Maar wat moet Dory dan hebben? Wat is Dory voor aandachtstrekker? 23, 26. Oeh, ja. Dat wordt een ding dan. Dus dan zet ik deze op 27. Beetje ertussenin of zo. Dat ze allebei net niet tevreden zijn. Hoe moet ik dat zien? Zo. Zo. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Hé, hey, pa? Of niet? Hé, hey, pa. Annie, mijn kiek, jong. Zorg voor goede omstandigheden voor zeevissoorten. Ja, wat meer wil je dat ik doe? Of wat is dit voor ding? Wat is dit? Thermometer, 25 graden. 26 graden. Ik denk dat dit goed is. Maak een screenshot met de bewerkingsmodus. F12. Wauw, dit wilde ik helemaal niet. Maar goed, ik heb het gedaan. Zorg voor goede omstandigheden voor zeevissoorten. Ja, dat heb ik toch gedaan, nou? Oh, eten. Voedsel. Voed. Koop voedsel. Uh,
Waar koop je dat? Dat is voedsel. Oeh, schatkist. Cool, die wil ik wel. Heel groot. Vet. Wow, kijk nou joh. Zo, hier, monies. Hier hebben we money, bro. Oh, wacht, laten we het een beetje... Laten we het een beetje zo doen. Dat is wel cool. Kijk hoe vet, man. Dit ding zit een beetje in de weg. Zo. Wow, jullie hebben gewoon money. Vet. Wat is voedsel dan? Ik wist dat net. Oh, deze denk ik, of niet? Ja, hier. Voer voor zoetwatervissen. Nee, zoutwatervissen. Ja, zoutwater. Ja. Plaatje is niet goed, maar het klopt wel volgens mij. Denk ik. Of niet? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, vleesetend. Ja. En die Dory? Algeneter. Nou, die zoek het maar even uit dan. Die moet maar even een ander dieet gaan beginnen. Daar heb ik niks meer te maken. Hier, vreet jij. Zo. We hebben allemaal natuurlijk enorm veel honger. Dus ik ga jullie lekker verwennen. Het glas is nog vies. Nee hoor. Het glas is hartstikke schoon. Zo. Jullie genoeg? Misschien moet ik ook even die andere kopen voor de zekerheid. Deze kan ik wel verkopen trouwens. Hoe deed ik dat ook alweer? In de prullenbak volgens mij, hè? Oh. Oh. Blijkbaar niet. Hoe verkocht ik het ook alweer? Oh zo. pH min, pH booster. Zwart watertas. Ik weet niet wat dat betekent. pH min, pH booster. Oké, ik moet even kijken hoe dat is, hoe het gaat. Oh, wat? Ben ik nou ineens een vis aan het vangen? Wat is dit nou weer? Ik moet even kijken hoe dat ook alweer gaat. Deze is namelijk niet blij met het water pH. Dus hij moet, het water pH moet omhoog. Dus, wat doen we dan? Dan gaan we pH booster gebruiken. Die kopen wij. En die gooien wij er... Oh, die gooien wij erin. Zo. Dan kijken we even naar de vis. De temperatuur is iets te warm voor hem. De temperatuur is perfect voor hem. Dus hij mag eentje lager. 26. Oké. En dan? Nog iets meer moet erin? Succes om het goed te krijgen. Nou ja, dat gaat... Oh, ik laat elke keer al mijn dingen vallen. Omdat de rechtermuisknop op een vis is, zeg maar, klikken. Maar rechtermuisknop op dit ding is ook loslaten. Dus het is heel dom. Dat als je de vis mist, kijk, mis, dan laat je het vallen. Super domme dag van die game. Echt heel slim. Not. Oh, planten zijn te weinig, of niet? Nog meer water pH moet erbij. Nou, nog iets meer. Zo. Gaat het omhoog? Nee. God, gloeiende. Kijk, dat bedoel ik dus. Laat ik alles vallen. Water pH, bijna. Oké, ik ga even meer hoor. Kom op. Op. Oh! Bravo, zoon! We kunnen trots zijn op zo'n mooi aquarium in onze woonkamer. Er is een beloning voor goed werk. Hier is je geld. Ik denk dat je binnenkort een geweldige aquariaan kunt worden. Zult worden. Thanks, maat. Daddy. Oh, wie is dat, joh? Wat is dit voor monster? Wat? Ik wist niet dat Shrek ook in mensvorm kwam. Hallo! Oh, wat een prachtig aquarium. Als je zoveel talent hebt, kan je mij misschien wel helpen met mijn aquarium. Nee. Mijn kat probeert steeds mijn vissen op te eten en ze voelen zich niet zo goed. Wil je me alsjeblieft helpen? Ik weet zelf niet hoe ik het oplos. Natuurlijk zal ik je betalen voor je diensten. Als je hier klaar bent met het aquarium, kom dan voor mij. Dan gaan we naar mijn huis toe. Oh, wauw. Is dit een date? Hey, is dit een date? Wink, wink, wink. Hier, moet je zak, moet je zak. Hier, moet je zak, moet je zak, moet je zak. Maakt niet uit, je hoeft geen zak, want je ziet eruit als een zak. Klik om met een vriend te praten. Oké, klik. Ben je Kiljaar? Ja. Bij je vriend thuis. Is dit mijn vriend, bro? Het is twee koppen kleiner. En het is een meisje, maar goed. Dat is normaal vriendin dan, toch? Maar goed. Welkom in mijn huis. Zoals... Ik kan dit niet serieus nemen, man. Ik kan dit niet serieus nemen, gast. Ik kan dit niet.
Ik kan het niet serieus nemen. Zou je me willen helpen zodat mijn vissen weer blij zijn? Kutkat! Alles heeft hij omgegooid. Hoe snel moeten de vissen helpen dat aquarium in orde maken? Fucking kat, geef me die gun. Waar is die gun? Waar is die gun? Waar heb je een gun? Heb je een gun? Heb je een gun? Paniek, paniek, paniek. Wat moeten we doen? Vul de keukengootsteen met water. Wat? Snel, snel, snel. Keukengootsteen, water, water. Gebruik een net om de vissen naar de gootsteen te brengen. Net, net, net. Waar is een net? Waar is een net? Die is alleen een pollepel. En een toilet, toilet. Net! Ik moet hem kopen. Ik moet een net kopen. Netto. Staat hier. Waar is het net? Waar is het net? Waar komt dat? Snel, snel, snel. Die vissen zijn op het droge. Hallo. Hier, net. Ja. Ik heb hem. Dit was niet jouw favoriet, hè? Of wel? Was het jouw wel? Oh, hij leeft. Oké, okay, nice. Dus in ieder geval tijdelijk. Even niet, hebben ze niet de temperatuur, maar dat is in ieder geval tijdelijk. Snel, 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 snel. Snel. Nice, nice, nice. Nice. Hey, dit gaat goed. Kun je ook even helpen anders? Kun je anders even verdomme helpen, man? Kut, kind. Leeft deze nog wel of niet? Ik zie hem niet bewegen, maar goed. Ik hoop dat hij leeft nog voor je. Anders help je even! Verdomme, man. Rotkind. Hier, wacht. Hier wil ik gewoon stiekem gaan doen. Donderen met die kutvis. Kut, kan niet eens. Ik kan die vis niet verzuipen, anders had ik hem al lang verzopen. Dat mens helpt niet eens. Je staat maar gewoon een beetje te staren. Hoe ben jij niet in paniek? Ik ben vol op paniek. Hier, je croissant en je broodje liggen er nog. Je hebt nog niet eens opgegeten en gedronken, gast. Wat een ongelofelijke trap. Dwaas ben je. Ja, let's go, let's go. Go, 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 go. Run, 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 run. Oh nee, de laatste vis is overleden door gebrek aan zuurstof. Je had hem kunnen pakken! Ik ben zo verdrietig. We moeten iets doen met de dode vis. Misschien moeten we hem door het toilet spoelen. Ik zag mijn moeder dat eens een keer doen. Oh my god. Jij en je moeder zijn hetzelfde, hè? Oh, 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 oh. Jij en je moeder zijn hetzelfde. Zie je dit? Dit is allemaal door jou. Hé, hey, dit komt door jou. Kijk er maar even goed naar. Ja, zeg maar sorry. Zeg maar sorry, lieve vis. Zeg maar sorry, vis. Sorry dat je geen brein hebt en dat ik slimmer ben, maar dat ik niet weet hoe ik jou moet verzorgen. Zeg maar sorry. Zeg maar sorry, eigenlijk dat je in de oceaan moet zijn of in het water of in de vijver. Zeg maar sorry. Zeg maar. Hup. Goed zo. Ongelooflijk. Nou, dan gaan we. Sorry, maat. Nou, gaan we. Aquarium oppakken. Hoe pakken we dat op dan? Ik sta er bovenop. Oh, kijk, ik heb hem. Zo. Nou, hij staat weer. Koop en gebruik een dwel. Damn. Damn. In your fish face. Fuck. Oh mijn god, hier moeten we gewoon weer hetzelfde doen. Nou, jullie snappen het principe, toch? Jullie snappen het principe. Vet spel, als je van aquariums houdt en herhaling. Nou, wat geinig, toch? Jullie snappen het principe. Elke keer opnieuw een aquarium bouwen. Toch? Simpel. Wat vinden jullie van de game? Cijfer 1 op 10? Ik vind het een 7. Als je aquarium gek bent, vind je het wel geinig om de visjes een beetje te onderhouden. Dan kun je, en je kan nog wel wat leren. Want ze hebben ook leuke feitjes bij die vissen. Maar persoonlijk... 6. Was het €12 die game? Oh my god, ik heb dat toen... Ik heb dat gekocht gewoon. Ik heb die game gekocht. Hoe duur was het? €15,80. Oké, okay, ik neem het terug. Cijfer is 5. Ik vind het best prijzig voor zo'n game. Maar goed. Als je van aquariums houdt, is het wel leuk. Toch? Wel geinig. Het is een jaar oud, die game. Nou. Maar goed. Je had beter de demo moeten doen. Ja, te laat. Hè? Te laat. Ik moet gewoon hopen op een superchat van €12. En dan zijn we weer kiet. Dames en heren, we zijn aangekomen bij het volgende onderdeel. Het onderdeel der onderdelen. En dat is namelijk... een sponsor. Wat zeg je nou, Milan? Een sponsor? Zeker. Dit segmentje van de livestream wordt gesponsord door MSI en Megecko. En zoals je ziet hebben ze een speciale actie op dit moment. En die actie is... als jij op dit moment bij megecko.nl... oftewel de link in de chat...
een nieuwe beeldscherm haalt. En je kan ook tegenwoordig die nieuwe beeldscherm halen. Die, moet ik even spieken hoe die ook weer heten. Die QD OLED schermen. Dan krijg je, daar krijg je dan de Dragon's Dogma 2. Die game krijg je dan gratis bij. Bijna alle schermen op die site. Dus check gewoon even megekko.nl. Klik even de link in de beschrijving. En check even van yo, ik moet nog een nieuwe gaming monitor. Kijk even op die site. Krijg een gratis gamepje erbij. Lopen sowieso veel kortingen op die site. Dus check het even. Shoutout MSI. Shoutout Megekko. Thanks voor het sponsoren van deze dit segmentje van de livestream. Want hashtag ad. We gaan nu, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik krijg elke keer om het donder van reclame dingen. dat is helemaal niet waar. Beetje dan. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar we gaan gewoon even Dragon's Dogma doen. Want jij wil natuurlijk een nieuwe monitor. En een game. Nou, en dus nu heb je ze allebei. Gewoon twee klappen in één klap. Als je twee klappen doet, dan heb je soms één klap erbij. Hoe vet is dat? Hoe is de klemtoon? Ik weet niet wat je bedoelt. Mijn hele PC komt bij Megekko weg. Ja, ik heb dus ook een keer iets besteld bij hun. Ik weet alleen niet meer wat. En ik heb drie MSI-monitoren. Dus bij mij was het zeg maar... Yo, MSI, Megekko... Aha. Dat. Ik had dit niet moeten doen misschien in dat sponsormomentje. Want dit gaat naar de klant. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik doe het gewoon nog een keer. Oké, nou. Loop ik vast of niet? Nee, oké. Ik hoop dat ik vastliep. Niet op dat moment, dat was weird. Maar goed, we zijn er nog. Brian! Brrrr! Yo, Brian koopt even mijn game terug. Dankjewel, Brian. Dankjewel voor die superchat. Thank you very much, sir. Zo, zegt Tim. Spel terugverdiend. Damn, bro. Damn. Oh, ik moet even kijken of er iets goed gaat. Want ik heb een nieuwe functie dingetje geprobeerd. Wacht even, ik moet even snel wat proberen. Even kijken. Volgens mij gaat het goed. Ja, gaat nog steeds goed. Ho! Gaat nog steeds goed. Yes, baby. Oké, Dragon's Dogma is een RPG-game. Het is... hoe ga ik het zeggen? Je hebt verschillende... Oké, let even niet op hoe ik eruit zie. Want ik heb geprobeerd om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En naar mijn mening is het gelukt. We hebben ook Brian hier zo. En Brian is mijn maat. En wat je kan doen met Brian is wel heel cool. Je kan Brian oppakken. En dan kan je zeggen van... dan kan je zeggen van... Brian, je bent een beetje irritant. En dan kun je hem gewoon hier naar beneden gooien. Dat kan. Ik bedoel, zonder melk heb je een kan. Melk kan. Kan gewoon. Doen we niet. We gooien hem gewoon tegen Crump aan. Alsjeblieft. Maar zo heb ik al twee kinderen in het ravijn gegooid. Is dat goede reclame? Bepaal ik lekker zelf wel. Daar ga jij niet over. Ik vind dat het gewoon mijn hobby. In-game kinderen over in het ravijn gooien is gewoon mijn hobby. Doe, gooi. Nee, zodra we een kind tegenkomen, gooien we die meteen gewoon in het ravijn. Geen probleem. Doe ik met alle liefde. Nee. Voor een gifted suppie gooi ik Brian wel in het ravijn, maar anders niet. Brian is namelijk... Die Brian Jetsea die net superchat gooide. Die guy heet Brian omdat Brian die superchats heeft gedaan. Let us be thorough. Yo, waar ga je heen? Wat ga je doen? Ik moet deze volgen, die Windfly. Dit is mijn vriend, dit is mijn mage. Dit zijn ook mijn twee vrienden dus. En je kan dus zogenaamde pawns meenemen, zo noem je dat. En die pawns die helpen jou tijdens gevechten. Gaan we hier naar binnen? Ladies first. Ha, prank. Oké, we lopen gewoon achter jou aan. Ik heb liever oma's. Dan is het gebaseerd op het echte leven. Oh shit, goblins. Fight. Kijk dan. Mijn crew is toch lijp? Level 10. Hoppakee, gaan we. Hoppakee. Kan ik dit ook al pakken? Nee. Oh, dit wel. Hier kan ik looten.
Nice. Oeh, lantern oil. Dat is nice. Hey! Donder op! Waar moeten we nu heen, Windfly? Want ik volg eigenlijk jou. Ben je serieus? Dit was het. Oh, daar gaat ze. Oké, daar gaat ze. Ik ga haar weer volgen. Ze had een of andere missie voor mij of zo, zei ze. Dus ik ben wel benieuwd. Je hebt ook namelijk pawn quests. Dus ik loop haar gewoon even achterna. Heb je dit al eerder gestreamd? Ja, zeker. Ja, ik ben halverwege het verhaal. Halverwege het verhaal is niet waar trouwens. Deze game die kun je echt honderden uren spelen. Oh, kijk, wat je ook kan doen. Je kan een steen oppakken. Dan kun je zeggen, yo, Brian, vangen. Wat? Oh, Brian is heel sterk, zeg je dat? Wacht nog één keer. Brian, vang. Blijf vooral niet staan. Oké, nou, Brian is te sterk. Ja, ik volg je al, Windfly. Rustig maar, gast. Dit is zo'n ongeduldige moeder, Windfly. Oh, Windfly is even Brian aan het healen. Nou, prima. Oh ja, je vroeg 12 voor T-spel. Sorry, kan niet goed rekenen. Hand voor mond. Kan niet goed rekenen, Nen. Thanks, Brian. Dankjewel, gast. Dankjewel. Dit gaat zo niet werken, Windfly. Hier kom je geen kant op. Maar goed. Ik zal het er zo meteen wel even vertellen. Dankjewel, Brian. Dankjewel voor de 12 superchat, gast. Hier, wacht. Zo. Ik moet even hier verder. Dank je. Dat is wel chill aan deze game. Stel, je hebt ooit een bug of zo. En denkt, what the fuck is deze bug? Dan doe je gewoon optillen en kan je gewoon weer verder. Hoe chill is dat? Hoppakee. Ga maar, ik volg jou. Ze zegt niet dat we helemaal weer terug gaan naar het kamp waar ik vandaan kom, hè? What say we pelt one of the next foe we encounter? Gooi Brian eraf en wees een man van je woord. Wat had ik ook weer gezegd? Dat was een gifted, zei ik toch? Als iemand anders lid maakt, dan doe ik het wel. Dan gooi ik Brian wel van het ravijn. Hier is een ravijn, denk ik wel. Ergens. Dit is een ravijn. Oh, kijk daar! Kijk daar, die vogel! Bro! Dat is een eindbaas. Damn. Ja, hier is het ravijn. Soort van. Ja, hier kunnen we Brian wel afgooien. Maar ik weet niet of ik dat wel wil. Brian is echt een goede guy, man. Ik denk dat ik dan Crumb eraf gooi. Ja, ik denk dat ik Crumb eraf gooi. Dat lijkt me beter. Ja, dat doen we wel. Volgens mij is Brian heel oud. Kijk hoe hij loopt. Ja, ik ben ook anders heel oud. Want kijk hoe ik loop. Mijn hele lichaam klopt niet. Mijn hele postuur is weird. Ik ben kapot, joh. Van een beetje lopen al. Kom maar helpen, alsjeblieft. Dank je. Kijk, deze kunnen we ook inhuren. You can count on me to fly to your aid in your hour of need. Level 10. Knowing when to use curatives is my specialty. Higher 0. Wacht even, kun je even een klein momentje? Want ik wil even... Nee, I didn't lose sight. Maar ik wil even weten, hoeveel level is Brian? Kun je met mij praten, Brian? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive. There is no shortage of... Dat kan ik niet zien. Oké. Ik wil deze er op zich wel bij. Maar... I'll be your tea, should your party... Your party is full, ja. Ik denk dat ik dat doe. Crump is level 8 en deze is level 10. Dus ik denk dat ik Crump dan uitgooi. Ja. En dan geef ik Crump... Geef ik een... wat geef ik hem mee als cadeautje? Een stuk vlees. Prima. Games met Jan heeft een lidmaatschap cadeau gedaan. Games met Jan. Het is zover. Je hebt helemaal gelijk. Yo, Crump, waar ben je? Crump was hier ergens. Waar is hij verdwenen? Shit. Nou, Brian. Kom eens hier. Ik heb je. Daar ga je, Brian. Ik hoop dat je de weg terug thuis kan vinden. Oh, dit is niet echt hoog, hè? We gaan jou even naar iets hoger springen. Oh, shit.
Ik had wel eens mijn ding kwijt. Hoe noem je dat? Mijn stamina. Wacht even, even stamina terug. Dankjewel, Games met Jan. Ja, woord is woord is woord. Kan ik hier omhoog? Nee. Oké, kleine seconde. Brian, het spijt me, man. Dit is wel... Is dit een hoog plekje? I'll go and open the chest. Chest? Welke chest? Oh, daar. Oh, dit is een hoog stuk. Dit is een hoog stukje. Dank je. Ja, Brian staat perfect, gast. 1300 goud. Lekker, let's go. Daar gaan we. Daar gaan we. Daar ga je, Brian. Let's go! Nou. Tot zover, Brian. Groetjes thuis. Niks persoonlijks, Brian, zegt Jan. Geniaal. Oké, nou hebben we wel een man minder. Maar goed. Oh, en wolven, dat is ook minder. Maar die kunnen wij aan. Oké. Bam. Zo, die Shelly gaat er bovenop. Shelly heeft scheid, gast. Goed gedaan, Shelly. Lekker, man. Goed gedaan. Daar hebben we nog een... Dan hebben we nog een wolf. Pak die wolf. Hoppakee. Graag gedaan, man. Ik ga wel even met hem praten. Kijken wat hij wil. Ik krijg iets van hem. 50 gold en 3 rijpe appels. Dat gaan we even eten. Die rijpe appels. Oh. Escape items. Klik. Use. Oh, hoeft niet. Ik ben vol. Hoe vind je het spel tot nu toe? Ja, nice. Overconfidence is an enemy in and of itself. Vermaak me wel. Oh, we moeten hierheen. Ik moet haar nog steeds volgen, volgens mij. Oh, ik moe. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Thanks. Daar gaan we. Pew, 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 pew. Ik heb ook, als het goed is, een exploding shot. Ja, hier. Boom. Let op. 1, 2. Auw, kut. Die daarachter ontploft. Zo. Shelly, hé. Waarom ontploft hij niet? Oh, nu pas. Oh, ik doe een explosive shot op hem. En dan schiet ik nog één en dan gaat die explosie af. Oh, zo werkt dat. Dat was met je aquarium gebeurd. Die is veranderd in een complete nieuwe wereld, man. Je ziet het. We zitten ineens in een drakenwereld, bro. Ik weet het ook niet, gast. Maar ik ga wel met de flow. We zitten in het aquarium, denk ik. Ik weet het niet. Milan, waarom heb je Brian in het water gegooid? Omdat ik zei, als iemand een gifted sub doet, dan doe ik het. En dat deed iemand, dus dan doe ik dat. Maar ik moet niet nog iemand in het water gooien, want dan moet ik alles alleen vechten en dat is echt kut. Hé, wacht, deze is een nieuwe guy. Hé, maat. Hé, kom eens hier. Oh, wacht. Dat is een goblin hier, die moet even dood. Oké, nice. Wil je met mij praten? Wacht, ik help je wel even. Alsjeblieft. Kun je eens met mij praten? Waarom wil hij niet met mij praten? Oh, Shelly is nog aan het vechten. Shelly! Laat mij gewoon even. Zo, ja, klaar. Wil je nu met me praten? Ja, sorry. Ben ik weer. Your pawn is nowhere to be seen. Unless that changes, I'm afraid I cannot travel with you. Oh, oké. Okay. Nee. Oh, ja, high five, man. High five. Ze wou een high five geven. Kom hier voor de high five. Kut, ze stond echt zo. En dan wil ze een high five geven. En dan doe je zo. Zo van, yeah man, we hebben het opgelost. We hebben het gefixt. Ha! Wat is dit? Wat is dat voor rare goblin? Zo.
Zo. De Shelly is gek. Kunnen we? Oh, kijk, kijk, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Let op, let op. Oh, nu wil ze het niet meer. Talents lie in combining materials. Waar moeten we heen, meid? Show the way. Ik ga niet zeggen dat het hier ineens stopt, hè? Dat je nu ineens niet meer... Oké, gelukkig. Loop. Wat alweer? Komt erop. Zo! Shelly pint gewoon die goblin aan het speertje van haar. Oh, I like Shelly, man. Shelly is sterk. Kijk dan. Zo! Oh, ik... Een goblin! Een ork! Een ork! Een grote! Exploding shot! Exploding shot! Vuur! In zijn arm, zie je dat? Oh, shit, 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 shit. Exploding shot. Oh, shit, shit. Ah! Ging net goed. Oh, jee. Oh, kut. Hij heeft me. Help. Wat doe ik? Wat moet ik doen? Hij gooit me gewoon weg! Hij nam wraak voor Brian. Hij gooide mij weg. In plaats van ik hem. Shit. Dat is het. Dat is het hele ding. Kut, sorry. Oké. Nou, hè. Nu wil ze in ieder geval die missie weer opnieuw doen. Nu, waarom wil ze nu ineens... Waar is het dan? Hè? Huh? Is dit nou weer voor route? Wow. Oké. Oh shit. Oh jee. Hoe dodge? Ik weet niet hoe ik dodge. Auw, auw, auw. Auw. Ik ben dood. Ik ga zo snel dood, bro. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Komt Brian nog terug of is hij gewoon weg? Nee, Brian kan nog terugkomen als ik naar mijn dorp ga. En ik ga daar naar een of andere soort steen. En dan moet ik tegen die steen praten. En dan zeg ik bladibla. En dan komt Brian weer terug. Maar dit is pittig, man. Ik weet niet, want ik weet nog steeds niet hoe ik moet dodgen. System... Nee. Kan ik ergens misschien... Oh, hier, mijn controls. V heavy attack, ja. Shift is dash. Shift is dash. We were to make the Har village, as maar dat is gewoon... Dat is niet eens dash, dat is gewoon rennen. Ik zie, dat is helemaal geen dash. Ah, dit is pittig, man. Dus je moet helemaal een soort van... Ik kan ook niks gebruiken. Give. Windfly. Alsjeblieft, mag je hebben. Give. Shelly. Mag je hebben, alsjeblieft. Dat is echt heel gek. Maar goed, we weten dat we hier nu gaan vechten. Ja. Oh, mis. Oké. Bam. Explosie. Zo, dat was in één keer. Dat is nice. Ik blijf gewoon op afstand, I guess. Exploding shot. Bam. Je kan niet dodgen in een game, alleen heb je er een skill voor. Oh, dan moet ik die skill halen nog, oké. Waar is dat lichaam hier?
Kan ik deze al looten? Of zit hier geen loot? Wil je mij healen, maat? Dat was een hard one. Wat? Ik wager dat er iets te vinden is hier. We moeten een closer look. Je oort. Hoor wel dingen allemaal. Oh, er zit wel een uitroepteken nog. Another statue. Dan ligt hier iemand. Ik ben ook met jouw moeder vrouw, sorry. Ja, ik ga achter jou aan. Hé, hey, konijn. Nou, daar ging het konijn. Oh, rabbit belt, dat heb ik nodig voor een upgrade. Oh, waar ben je? De fox, de konijn! Kom naar voorschijn. Ik beveel het je. Over here, if you please. I have to need a rabbit I have to kill. Wacht even. Kutzooi. Ik weet niet waar die is. Oh, daar. Let's go. Die rabbit pelt heb ik nodig voor een upgrade van mijn armor. En ik ga even... Kan ik nog een upgrade gebruiken? Volgens mij wel, hè? Reduce the chance of becoming afflicted... Prima. Currently has plenty of oil. Prima. Nee, ik heb dit allemaal niet nodig, hè? Oké, prima. Appels eten voor HP. Ja, ik kan niks eten. Mijn HP springt zo, maar ik weet niet wat dat betekent. Zo goed ben ik ook weer niet in de game. We zijn die andere van gisteren naartoe, die mannetjes. Ja, ik heb die allemaal omgereld, gast. Ik heb al mijn pawns, die maten van mij, heb ik allemaal omgereld. De enige die nog leeft... leeft niet meer. De enige die ik nog hetzelfde heb is Brian. Maar die heb ik van een ravijn gegooid. Dus Brian is er eigenlijk ook niet meer. Ja, zie. Deze, ik kan ook niemand meer erbij vragen, omdat er eentje dood is. Maar goed. Hé, hey, dit kan ik allemaal plukken. Dankjewel. Ja, kom aan. Oh, wacht eens even. Hier ligt allemaal... Hier kan ik dus zitten en dan wachten. Hier is die steen. Kijk. Hoppa. Deze steen. Hier kan ik Brian in terugkrijgen. Kijk. Brian. Let's go. Welkom terug, maat. Heb je gemist. I have missed you. Welkom terug. Dit wil ik even looten. Hé, hier ligt iets. Een Roborant. Daar lag nog iets, of niet? Oh nee, dat is vuur. Hier zag ik nog een kist. Hoppakee, wegkist. Dat was boos. Schopt heel boos tegen die kist aan. Even naar dat vuurtje toe, want dan kunnen we even visjes... Oh, visjes! Kijk nou! Ik pak gewoon een vis! Ik heb gewoon een vis gevangt. Indeed, you are correct. Heb je de plagues al gehad die Dragon's Plague hebben gehad? Nee. We gaan even kamperen. Even wat eten bakken. Denk ik. Koek. Let's go, yes. Daar gaan we. Dit is de mooiste graphic. Kijk dan. Dit lijkt toch net echt? Dit is toch geen game meer? Wat is dit? Je krijgt toch instant honger als je dat ziet? Annie? Echt niet normaal. Rest still. Oh nee, equip skills. Kan ik dat nog doen? Brian heeft alle skills al. Augments heb ik helemaal niks van. Oh, trouwens heb ik wel. Oh, maar die heb ik al. I'm cool. Rest till morning. Games capture is weer bugged. Echt? I feel refreshed. Oh, ik zie het, ja. Ready for a new day. Come. We've much to be getting on with. Zo beter? Rested, I trust. Wacht even. Ah ja, zo beter.
Oké, okay. Ik moet jou volgen toch, Windfly? Waarom nu ineens niet meer? My talents lie in combining materials. Talk. And I'll use those in my possession to craft things for you in my spare time. Snap jou niet, Windfly? Waarom moet ik jou volgen en dan ineens niet meer? Zo gek. Zal ik gewoon even naar die twee gaan? Daar moet ik sowieso heen. Deze. Daar ben ik vlakbij. Oh, daar ben ik echt heel vlakbij. Nice. En hier zie ik een vlaggetje op de map. Ik weet niet wat dat doet. Dat is denk ik een soort van punt. Om te ontdekken of zo. Deze game is echt mooi, man. Oh, hier kan ik looten. Emergent Vitality. Wat is dat nou weer, gast? Ik heb wel veel spul, vind ik. Vind je niet? Ik geef wel even wat dingetjes weg. Hier, Brian, je mag vlees hebben. Even kijken. Wil je een stukje bark? Hier, Brian, mag je hebben. Kopper. Die geef ik ook wel aan Brian. Ja, alles. Give Brian alles. Hij is light gekleed, dus dat komt goed, joh. Die mag je ook hebben. Even kijken, wat hebben we nog meer? Daggers. Heb ik daggers? Waarom heb ik ineens daggers vast? Waar heb ik die gevonden net? Een juweel. Die geef ik wel aan Brian. Een tand mag Brian hebben. Brian krijgt gewoon bijna allemaal shit, joh. Prima. Je mag je ook hebben. Die mag je ook hebben. Dat was het, denk ik, hè? Ja. Ik ben nog steeds heavy. Wat is voor mij zo zwaar dan? Voor de terugkomst van mij, haha. Hey! Welkom terug! Welkom terug, gast. Hier. Brian, je krijgt nog 7 horns. Dankjewel voor je 20 euro, die ik heb, Brian. Mag ik even een hartje in de chat voor Brian, man? Mag ik even een hartje in de chat voor Brian? Dat is super lief, man. Dankjewel, Mark. Rabbit belt. Ik had er 2 van, toch? Ik heb ineens 1. Oh, wacht eens even. Waarom heb ik die Ranger tights niet aan? Equip. Give Brian. Kijk. Ik had mijn pants helemaal niet aan. Wat is dit nou weer? Niemand zei dat ook. En hier een zwaard. Give. Shh, Brian. Alsjeblieft, mag je hebben? Oké, nu ben ik weer average. Heb ik iets meer HP, iets meer... Over here, if you would. Waarom zie ik een onderbroek? Waarom ben ik ineens in mijn onderbroek? Chat? Wat heb ik aan? Ik heb een ballenknijper aan! Met een maillot! Wat heb ik aan? Goedenavond, meneer Knol. Vrolijk gezicht. Goedenavond, Boortje. Je komt echt op het juiste moment binnen. Ik heb net van Temu iets besteld. En het is binnen, zoals je ziet. Er stond op. Past. 1 maat stond erop. Past iedereen. Nou, je ziet het. Wauw. Ik had hem aan, maar ik heb hem uitgedaan. Dus, wat heb ik dan? Wat voor kleren heb ik dan aan? Waarom ben ik... Oh my god. Nee. Equip. Oh, dit zijn mijn laarzen. Oh, dit zijn mijn laarzen. Oké. Okay. Wat de fuck? Goed. Ieder zo zijn ding, hè?
Niet oordelen. Zou ik heel gemeen vinden als je oordeelt hierover. Ieder zo zijn ding. Laat hem lekker in zijn waarde. Ja, maar ik ga... Nee, ik ga exploren. Ik ben niet bang. Kijk hoe ik eruit zie, gast. Zie hoeveel ballen ik heb. Ik heb ballen van staal, gast. Ik ben niet bang. Kom maar. Moeten we hier in of waar moeten we in? Oh, kan ik die ook schieten, die meeuwen? Ik denk het wel. Nu niet meer, maar... Oh, kijk nou. Wat heeft u hier voor een mooi kampje? Wat is er voor steen? Even aanraken. Cool. Oh, kijk nou, pick-up. Er lag iets. Hier ook. Oh, en hier ook, een boek. Oh, dat zal waarschijnlijk wel een boek zijn met een soort skill. Ja, hier, cast a spell. Die kan ik geven aan Windfly. Kan die misschien gebruiken. Ik weet niet of je die dan ook gebruikt, maar ik heb hem gegeven aan Windfly, volgens mij. Hoe kun je dat serieus nemen? Nou, gewoon niet zo gemeen doen, man. Niet zo gemeen doen. Ga je naar beneden. Shall we proceed into the depths? Ja, Brian, dat gaan we doen. We gaan proceed in the depths. I am well aware of the particulars. Het is wel een beetje koud hier, man. Ik heb een beetje kleine balletjes. There's a haze over my eyes. Can anyone hear me? We need help. Kom eraan. Ik zit alleen. Waar zijn mijn maten? God, damn blizzard. Hallo? Ben ik alleen? Ik ben er! Mijn maten zijn weg, maar ik ben er! Shit, ik mis. Pak een steen. Hier. Bam! Steen vol op zijn bek. Moet niet vallen. Oh, ineens zijn mijn maten er ook. Gooi die steen. Let's go! Fuck jullie! Pak nog een steen. Ja, hier, gooi je steen. Bap, trek hier, mafkees! Bap, bap! Zo tegen die muur, dat is vet! Wow, die gasten zijn sterk. Hey, blijf van mijn maat af. Dit gaat goed. Nice, we zijn er. Really? Now? Hey boys, we hebben het gedaan. Zag je die high five? Vet toch? Zo vet, gast. En ik ben naakt nog wel, kan aan. Oké. Okay. Later, als ik groot ben, dan wil ik je schuld weer terugverdienen. Dan. Gaan we. Oh, oor. Oh, gold zelfs. Gold. Die ga ik even inleveren hoor, als je het niet erg vindt. Waar is mijn gold? Hier, gold. Give aan Brian. Brian draagt al mijn goud en koper. Brian is mijn ezel. Oh, ook zilver. Nice. Hou het nog wel even bij me. Kan nu nog wel even. Oh, weer een monster zie ik. Ctrl R. Hoppa. Zo, die lamp aan je broekzak moet me pijn doen. Maar kijk hoe dicht die bij die ballen zit. Oeh. Ah, lekker warm. Dat wel. Hey, wat is dit, joh? Dried meat. Attack. Oh, jee. Ik heb nog één explosive. Bam. En let op, boom. Oeh. Nice. Goeie team. Zo, dit is zo vet, Shelly. You go, girl. Het is een halve soort hond, die Shelly, maar goed. You go, girl.
Nou, dat was het alweer. Easy clap. Oh, er zitten nog meer. Go. Bam. Dire arrow. Wat kan ik? Is dat ook weer? Oh ja, dat was dit. Spatie is keen sight. Boom. Ik ben moe. Ah! Nee, ik ben niet alright. Help mij. Dank je. Die guys dachten mij aan. Ga even naar iemand anders. Ga even iemand anders aggroen. Oh, dit is heftig, bro. Ah! Hij steekt mij 3 keer! En ik ben naar beneden gevallen. Kutzooi! Oh, ik had echt armor aan moeten doen. Dan was ik sterker geweest. Maar ik voel me zo vrij als een vogel in zo'n klein stringetje. Waarom chat bijna niemand meer? Omdat dat hoeft niet altijd. Het hoeft niet altijd. Soms kun je gewoon lekker stil genieten en lekker niks doen. Dat is gewoon oké. Ik praat wel door, hoor. Ik bedoel, als ik een streamer was met 5 kijkers, had ik hetzelfde gedaan. Of ik er nou 5, 15 of 15.000 heb, ik blijf lekker mezelf. Wat vind je daarvan? Hé? Nou eens kijken, joh. Pikidi boek. Bam, oké, ik heb weer armor. Ik heb niet helemaal armor, maar ik heb een soort van armor. Oké. Oh, zo. Nou, die is wel dood, denk ik. Nice, goed gedaan. Dire arrow. Oh, nice. Boom. Zo, mijn dire arrow doet wel veel damage, hoor. Nice, wat zit er in de kist? 3500 goud. Goud? Goud? What the fuck is goud? En een dinges. Er zat een dinges in. Head armor. Kijk nou, ik heb gewoon een cirklet. Die kan je op je kop doen. Alleen, ik ben geen mage, dus ik heb er niks aan. Dus ik doe give Windfly. Kan ik dan ook zeggen tegen Windfly, doe dat aan? Splendid. Of kan dat niet? You're not one of ours. Have you come to forgive me? Would you aid me in... Mooie baard. Ik help je wel, maat. Geen probleem. Over here, if you please. Oh, kijk nou, Windfly hakt gewoon voor mij. Thanks, maat. Shelly die wil ook dat we meegaan met haar. Oké. Ik geloof dat dit er vreemder uit vindt zien dan alleen je string. Moet wel heel eerlijk zeggen inderdaad dat dit wel gekker is. Maar dit is gewoon letterlijk een ranger outfit. Dus ja, ik ben gewoon nu sterker dan wanneer ik dat niet heb. Ik kan er ook vrij weinig gaan doen. Is there nothing we can do about this obstacle? Jawel joh, want dit. Kijk, boom, hoppakee. We zijn niet bang voor een beetje stenen. Fairy stone, nice. Daar kunnen we mee teleporten. I have a skill that could see us through this situation. Might I be of assistance? Ga maar. Is dit weer zo'n prank, net zoals die Windfly had gedaan, Shelly? Dat die gewoon ging lopen, maar dat er niks gebeurde. Dit is een domme prank. Ik denk dat je ook een Ranger Boots bij moet hebben. Ja, misschien wel. Nee. Maar ik dacht dat het een broek was. Ik snap er echt niks van. Waarom heb ik zo'n strak pakkie? Kijk, als ik hier kijk naar body armor, dat is gewoon dus... Normaal, die heb ik aan. Dan heb ik een broek. En dan staat hier... Ranger's Tights. Oh my god, ik snap hem nu. Dat gaat onder mijn broek. Dus ik heb mijn broek zojuist weggedaan. Aan wie heb ik mijn broek gegeven? Dit gaat er onderaan. Hoe krijg ik mijn broek weer terug? Oh, hier. Ik kan gewoon op hun klikken.
Is dit mijn broek? Nee. Deze is beter. Doe jij die maar aan. Ja. Doe maar, dan heeft hij die aan. Nu heeft de Windfly een andere soort ding aan. Dat is nice. Aan wie heb ik die gegeven? Aan Brian? Hier, ja, deze. Ja! Had ik laborers trousers aan? Give, Milan. Volgens mij wel, man. En dan... die equip. Nee. Dat is het niet. Boek. Hoe krijg ik mijn broeklag terug? Klinkt grappig out of context. Nee, leuk, bedankt. Leuk. Ja. Ik heb ook nog nooit een game gehad waarin ik mijn broek kwijt ben. Maar je ziet ook echt een string. Je ziet echt een hangende string. Ik snap er echt geen niks van. Had ik een vrouw moeten zijn of zo? Heb ik een vrouwenoutfit gekocht? Ik maak er geen onderscheid in, hoor. Dat deze game dat wel doet, zegt meer over die game dan over mij. Nou, ik weet het niet. Ik hou het gewoon zo. Soaked my boots. I expect that's a common occurrence in our line of work. Kijk, nu heeft zij een ander ding op. Geen hoed meer. Windfly. Heel cool. Oké, als het goed is heb ik deze missie ook gedaan. Nu. Ik weet niet waarom jullie hier staan. Oké, ik heb jou gered. Oké. Pray, follow me. Oké. Ik ga jou helemaal niet volgen. Of ga ik jou wel volgen? Waar ga je heen dan? Kijk, ga wijzen dan. Ja, is goed. Ik volg je. Oké. Ja, je kan wijzen. Hold, sir. Oh. I'd rethink pressing onward if I were you. The village is crawling with Saurians. Maakt niet uit, bro. Village vol met vijanden klinkt als een superleuke dag richting Drievliet. Wat jij? Het is gewoon hetzelfde. Please, sir. Let's go. Daar zijn ze. Careful now. Let's go. Fuck it. Boom. Oeh! Dat is nice. Oeh, kijk hem gaan, joh. Kijk, Brian, gaan, gast. Die is... Zo! Nee, dat zit met Brian! Motherfucker! Zo, de volbof op. Auw. Oké, deze. Nee, hij komt naar me toe. Oeh, dat deed ik. Hij kwam net naar me toe. Maar het was te laat. Oké, dit gaat goed. Ja, die is dood. Laatste. Come on. Oh, je hebt hem gepind. Nice. Shelly heeft hem op de grond gekregen. Zo, dit is één grote tering, Ben. Moet je kijken, joh. Damn, dit is sick. Dit vechten en hoe ze allemaal dingen doen, dat ziet er zo cool uit. Ja hoor, loop rustig verder. Niks aan de hand hier. Ik heb het dorp uitgemoord. Nee hoor, Shelly. Kom er wel aan. Ik ben alleen benieuwd naar wie dit is. Oh, sorry. Sorry mevrouw, sorry. Oh, wat? Oh, thank you. Wat? We shall all be able to. I dare say we'll have this place. I cannot. Ik heb even iemand op mijn schouder. Kun je me even met rust laten? Hier. Vang. Still, perhaps we ought to visit the village again. Oké, nou laat maar dan. Shelley, ik kom achter je aan. Helemaal goed. Ik denk dat we nu naar die 3 gaan. Ik denk dat we nu naar die plek helemaal gaan. Oh, pokka in het rest. Maar goed, ik loop met je mee, Shelly. Make camp. Nou, dat hoeft niet.
Are you coming, master? Our path is here. Ik heb ook meer stamina nu. Is dat een vijand? Volgens mij wel. Ja, dat is een vijand. Wat een raar monster dit. Wow, wat veel damage. Of niet? Oeh, wat is dit voor blubber? Zie je dat? Wat is dit voor rare blubber? Die waren met elkaar aan het wat waren ze aan het doen? Is dit sperma van dat ding? Nou, Shelly leidt de weg. Godverdomme. Je weer! What the fuck is dit? Ah! Oeh, dat tikkelt een beetje aan mijn balletjes. Oké, okay, hij is dood. Nee, hij is dood. Cancel. Oh, oké. I shall fly to your aid, master. Oké, nou, cool. Sick. Waar gaan we heen, Shelly? There's no need to go the long way round when a shorter route is readily available. Oh, hij zei, je kent gewoon de kortere weg. Ah, dat is nice. Ik snap nog steeds niks van het spel. Ik kreeg gisteren ook, maar ik snap er niks van. Heel vaag spel. Dat lachen hoor. Het is gewoon een beetje vechten. Kijk dan. Attack him! Hij is een wolf! Shit. Pas nou op! Oh, hij is wel sterk hoor. Kutzooi. Goed zo, gaan we weer naar binnen. Hoeveel pijlen kan ik in hem gooien? Kutzooi, ah! Oh. Ren! Ah, ren! Nee! Oh mijn god, die guy is gek! Wat is dit voor rare... Ik ga het nooit tegen hem redden. Oh god, gaat hij weer. Oh, er zijn meerdere... Zo. Hoeveel pijlen die ook al in zijn lichaam heeft nu. Oh shit. Is dat wel goed in de fik nu? Jongens, val hem gewoon aan. Ja, kom op. We hebben hem. Goed. Hij wordt gek. Dit is de Planet of the Apes. Godverdomme, komt er ineens zo'n kutvogelvrouw onderop, gast. Hier. Zo, die was heel snel dood. Hier nog zo'n lizard. Zo, die ook even snel killen. Zo. Gaan we. Boom. Kom op, pak hem. Go. Brian! Godstap Brian, daar weer niks te doen. Kom op, maat. Goed zo. We must rally. Panicking will only play to the enemy's advantage. Zo! Shelly zit vast in dat beest. En ik ben dood! Hij was bijna dood! Oh my god, hij was bijna dood en ik ging toen zelf dood. Hij was bijna dood. Hij had toch letterlijk 1 HP. Kutspel. Follow me, master. Kutspel. Our next task awaits. Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? Wat ga jij doen? Je brengt ons helemaal de verkeerde kant op. We gaan weer helemaal terug. Oké, wacht even. Haal even die checkpoints weg. Hoe deed ik dat ook alweer?
Set waypoint. Erase all. Delete. Yes. Hier moeten we heen, hè? Checkpoint. Set waypoint 1. Vermin's eastern edge. That's not far from here. Waar gaan we dan heen? Waar ga jij heen dan? Waarom moet je wel weer daar langs? Ik snap het niet. Wil je alsjeblieft niet eens aan de mic praten, krijg ik hoofdpijn van. Sorry. Sorry, ik ben niet gewend om zacht te praten. Sorry. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there ought to be found while we're here? Oh, die mayo die ik aan heb, bro. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Pray, follow me. Is that a statue I espy over yonder? We ought to take a closer look. Closer look for a statue? Waar? Ik wil ergens een statue, joh. Follow along at your own pace, master. I shan't leave you behind. We gaan denk ik wel daarheen, of niet? Ja, dat we wel daar weer heen gaan. Maar dan kan ik gewoon net zo goed teleporten, toch? Ik ga maar gewoon teleporten, gast. Ik heb helemaal geen zin om te lopen. Waar is dat ding van teleport? Hier, deze. Use. Ja, ik kan daarheen. Oh, shit. No. Of daarheen. Ik moet daarheen. Yes. Daar gaan we. Hoppakee. We've made it then. What's our first order of business arisen? First order of business is denk ik een broek kopen. Zullen we een broek kopen? Zullen we daarmee beginnen? Even kijken, volgens mij kan ik hier iets kopen. Welcome to Bjorn's Armory. And quality is what you need if you want to survive. Buy. Mag ik een broek? Even kijken, dit is een cape. Verkoop je geen broeken? Volgens mij verkoopt deze guy geen broeken. Oh, jawel, hier. Sprinters boots. Die gaat alleen maar naar beneden dan. Niet per se sterker. Nee, die zijn allemaal niet sterker. Mantel. Zo, die mantel is wel cool. Oh, shit. Kijk. Mantel op je nek. Dat geeft maar 1 defense meer. Dus dat is het niet waard. En die schoenen, dat boeit ook niet zoveel. Ik kan wel wat verkopen, want Brian die heeft hier namelijk extra broeken, dacht ik. Had toch een extra broek, of niet? Ik weet niet meer waar. Heeft hij die extra broek gelaten? Heb je die... Dat is deze, volgens mij. Ja, deze, ja. En die. En ik heb ook Jasper. Damn. Had jij nog dingen die ik moest verkopen? Nee, hè? Price, just remember. We kunnen even wat equipment enhancen. Ja. De bow even wat sterker maken. De ranger vest even wat sterker maken. Nou, die panty maar even wat sterker maken dan. Sarian skill 1 voor nodig. Die heb ik toch? Oh, deze hoef ik niet. Nee, dit is een kutwapen. Die moet ik even verkopen. Waar heb ik die staan? Deze kan ik verkopen. Misers die early death. Hope to see you again. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Welke ladder? Waar hebben ze het over? Welke ladder? Wordt dat vaker? Deze ladder lijkt. Ik weet niet welke ladder ze dan bedoelen. Oh, wat is er? Much appreciated. Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb 100 gold gegeven. Oké, nou, whatever. Alsjeblieft, gast. Opzie ermee. Kan ik nergens een broek kopen? Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore. Even kijken. Waar is een broek? Weet je, we doen het zonder broek. I shall guide you another time. Nee, guide mij maar. Other opportunities to lead. For now, let us follow. Doe maar. Windfly. Zeg maar waar we heen moeten. Please. My talents lie in combining materials.
And shall I lead you to the location nearest here, Arisen? Yes, graag. Doe maar. Dan doet hij niks. Was dit fast travel? Apologies, but I... In the Mars cars depart early in the morning. Oh. Nou, dan moeten we even gaan zitten op een bankie. En dan kunnen we daarna... Oh, kijk nou. Ligt gewoon oor. Hier binnen kunnen we zitten op een bankie, volgens mij. Windfly was al binnen. Above all, we will have me- hey, hier ligt een papierding. Dankjewel, maat. Waar is dat bankie? Oh, hier. Hier is de bankie. En dan moet ik volgens mij... Doze off. Doe eens een broek aan. Ja, dat... Ja. Kan ik nu nog weg? What do you want? Apologies, but I can't... Kutzooi. Ga ik weer gewoon hierop? Oh. All I ask is that you hear my request. Hear him out. Wat is hem aan? Oh, je hebt iets met monsters. Agree to accompany to the Oxo. Prima, ga met je mee. The cart's only departed, sir. And mind you, don't forget to each cart travels with it. So anyone thinking parted. Oh, hij wil mij als mee als escort. Dat is helemaal prima, gast. We ought to see this to its destination. Await Ox cards. Best. Nou, prima. Dan gaan we deze letter gaan we leveren aan Lennart. Oké. Okay. Dan kunnen we aan. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Oké, hier is je due. 100 gold. Stik erin. An ox cart ought to make our journey easier. Walking ever. Speak to me another time. Gaan we. Go, go, go. Gaat dat beest? Of is dit een of andere... Ah, kijk, daar gaan we. Moet iedereen weten dat ik ga? What the fuck? Oké, hij gaat erop. Nee hoor, Yveske, dat denk ik niet. Gaan we! Vet shit. Hype train, nice. Nou, ik ga even slapen. In de trein. Yo Milan, ik heb nog wat uries gevonden in een sok onder mijn matras. Bij deze zijn ze voor jou. De uries, niet de sok. Bedankt voor de leuke streams. Doe zo verder. Yo Bart, renders. Dankjewel voor jouw 5 euro donatie, dankjewel. Thanks voor jouw euro's en je had je sok erbij mogen geven hoor. Ik bedoel, ik kan daar wel wat mee. Dankjewel Bart, thanks man. Appreciate it. Ik moet heel even uit de car. Ja, ik word van links en rechts aangetikt. Pew, pew. Pew, pew. Jeetje, man. Wat ligt daar? Oh, dat is gewoon een traveler. Nou, cool. Dat was hem. Niet. Er is nog een vijand. Oh, er is nog een vijand. Oeps. My bad. Ik wil doorlopen. Oh, hier is er ook nog één. Zeg het hele bos in de fik. Gaan we weer. Nou, dit is dus waarom je dus reist met soldaten. Omdat dat soort shit gaat gebeuren. Volgens mij zijn we er. Ja, volgens mij zijn we er. Moet dat kijken hoe ik ook zit. Met dat reetje zo op dat kleedje. Lekker man. Met die zweetbilletjes. We
reached our destination. Okay. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Nou. Bedankt hè, maat. What did he say? He's the lads in Vermouth now. Hey, expedition, sword saying, you look experienced. Apologies, but... Oké, okay, ja, dankjewel. Goed, waar ben ik eigenlijk? Ik ben ergens heen gevaard. Ik ben langs gegaan, joh. Ik moet helemaal hierheen en ik ben hier. Verdomme, helemaal fout. Ik ben op een verkeerde plek. Ik ben in Melve. Ik helemaal niet moeten zijn. Well met. Well met. Wat kan ik kopen bij jou? Een key. Een schild. Arrows. Oh ja, die waren heel duur toen. En tenminste, ik dacht in het begin dat het duur was, maar nu niet meer. Ik koop al jouw explosive arrows. Dank je. Nog meer dingen die ik wil. Boost strength. A ring. The wearer is less likely to be knocked down or staggered. Ik koop wel even deze. Boost strength. Yes. Equip. Dank u. Kan ik dat dingen verkopen? Kijk, daar heb ik die andere ring. Die kan ik dan verkopen. Ja, ik kan ook mijn vis wel even verkopen. Een appeltje. Kan wel niet nodig, joh. Dried meat. Nou, nee, kan ik wel meenemen. Brian nog wat dingetjes. Ja, die heeft gold ore. Ah, we hebben het allemaal niet per se nodig. We hebben niet per se geld nodig nu. Pleasure doing business with you. Our packs are heavier and our purses far lighter. Best. An investment made for... Hey, as you can see, we're re... What say you? Would you be willing... Excellent. Ja, ik help wel. Wat is het? Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Yeah. Though they're yet to cause any harm. Okay. I'd like to... I've prepared some... Throw explosive casks into... Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben bezig met een andere missie, maat. Je weet niet wat is belangrijk. Je weet niet wat is belangrijk. Hè? Je weet niet. See the explosive casks there as quickly as we may. Je weet niet wat is belangrijk. You are correct. Even kijken, wat hebben we hier allemaal nog meer in dit dorp? Hebben we hier een of andere healer? Oh, kijk nou, dit is deze vrouw ken ik. Is there aught I can do? Niet. You understand how heavy the... Ja, ik ken haar. Ik ken haar ergens van. Mayhap this ladder is here for a reason. Oh, hier is nu een ladder. Hé, ik zie nu wel echt een ladder. Oh, kijk mijn reet. Dit is... dit is het moment. Dit is voor de squad. Dit is voor de squad, hoor. Dit. Ja, man. Thick butt. Heel nice. Heel nice. Ik had niet verwacht dat ik zo opgewonden zou raken van een game. Oei. Ik ga helemaal wild. Ik moet zo wel stoppen hoor met de stream. Ik merk dat ik helemaal wild word. Wat gaat hier gebeuren? Wat is dit? Turn. Maar waarom zou ik dit willen? Daar kan ik mee schieten. Use. Zo hé. Stel je mag dit een keer gebruiken. Damn hé. I shall not fail you. Damn. Stel, dit is echt een soort van oorlog en we gebruiken dit. Ik kan het gewoon nu echt schieten ook. Kijk dan. Oh, wat vet. Wacht, dit ga ik even in een berg gooien. Of kan ik het ook ergens anders op schieten? Hier zo. Oh. Je ziet het niet. Maar wel cool. Cool dat ik kan. Dat zag je ook in die trailer. Volgens mij. Yo, hier is een kist, maar die is al open. Die is mij voor geweest. We kunnen naar beneden. Wil je dan ook weer een kist? Nee. Ik weet niet wat hier is. Oh hier, die steen. Nice.
What should I do? Oh nee, daar gaan we. Daar gaan we weer. Kom jij maar even mee, Matt. Ik weet alweer waar ik ben. Ik herken nog deze plek. Weet jij dit nog een fijn nog, mevrouw? Hier ga je. Kijk, dat is best wel ver, hè? Dat is best wel diep. Daar ga je. Slaap lekker. We are none of us alike in vocation. Vreselijk. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Zullen we even teleporten? Kunnen we hiermee teleporten? Ja, toch? Dan konden we hiermee teleporten, toch? Oh, we kunnen ook pawns zoeken. Maar level 11 tot 13. Ja, anders kan ik het niet betalen. Laat me zitten, ja. Oh, wacht. Leave. Oké. Okay. Ik weet niet hoe ik teleport. Ik heb wel iets in mijn inventory volgens mij. Maar dan moet ik hierheen. Ja, poortkristal. Moet ik deze doen volgens mij. Poortkristal. Naar die. Hoe groot is de map? Oh, ik zal zo even laten zien. De map is best wel huge, man. De map is best wel groot. Oh, shit. Kijk. Hier zie je het randje een beetje. En dit is al best wel een pak eind lopen hoor. Kan ik je vertellen. Ga je zo meteen wel zien. Het is echt best wel een pak eind lopen. Skip je me? Nee man, natuurlijk niet. Waarom zou ik jou skippen? Yo, het is op Schreuder. Ik zat gisteren de films te kijken met Dangdo. En reageer op. Kan je hem niet uitnodigen voor je podcast? Nee. Oh, moet ik hem niet even met hem praten? Want ik had toch iets gedaan voor hem? Oh, toch niet. Ik ben het vergeten om te doen. Nee, ik ga niet Dangdo uitnodigen. Ik heb hem toen al ooit een keer inderdaad ontmoet. En dat was prima. Dat was een unieke ervaring op zich. What does this say? Shall we take a closer look? Oeh, deze is ook een grote big guy hoor. I know precisely when a curative is needed, master. Level 13. You'll never fall in battle so long as I'm around. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Even kijken, wat heb ik nu dan? Ik heb nu zo'n bijl ding, zo'n rode ding en ik heb een mage. Wat is dit? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. Details. Nee, is ook niet zo boeiend. Jij bent ook niet zo boeiend. Wat? Kan ik namelijk eventueel wisselen voor die andere. Mooi broek heb je aan, ja dankjewel. En majo is het. Ik weet ook niet hoe dat ineens kan. Ik was ook per ongeluk. Ineens had ik die. Oh jee, daar gaan we weer, goblins. Ik schiet alvast. Kijk, hop. Ik doe best wel veel damage nou, dit is top. Ik heb een nieuw ringetje. Dit is nice. Hier, kijk hoeveel damage ik doe. Oh, lekker man. Zo. Hij doet ook veel damage. Ik val ze gewoon allebei aan. Volgens mij is die ene vlees en die andere is een goblin. Prima. Hier, hoppakee. Vlees. Oh, level up. Nice. Bierskin, 300 gold. Let's go. Ja, we hoeven geen ruzie met jullie verder. Dat is aan de kant. De gast staat zo vol in mijn beeld. Die sokken vormen eigenlijk een broek. Een soort van, inderdaad, ja.
Ja, wat denk je nou zelf? Hier, wat denk je nou zelf, gast? A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Ik hoor een toeter! Twitter, ik hoor een toeter. I've never heard that nonsense. Heb je nog nooit die nonsens gehoord? Oh. Ja, ik moet hier naar beneden. Hier rechtsaf. Oh, wat? Wat wil jij? Wat wil je doen? Hier. Mafcase. Wat, jongen? En nu? Hè? En nu? Hier, kijk hem gaan! Lekker, Shelly! Laat zien wie de fucking baas is. Hier, gast! Loot hem. Nou, we kunnen hem niet looten, jammer. Nou, top. Oeh, viel bijna van de brug af. Bijna van de brug af. Ja, Brian, jij weet hoe dat voelt, hè? Van de brug afvallen. Ja. Moet ik hier naar rechts, anders? Oh, map. Ja, denk het. Ik kan beter naar links, volgens mij. Oh, ik heb een beetje heavy inderdaad. Wacht even. Items. Give Brian. Give Brian. Ik moet even dingetjes voor me vasthouden. Ik ben een beetje zwaar. Hier, Brian, kun je dit even vasthouden allemaal? Dankjewel. Oké, dit kan even Windfly vasthouden. Dat is wel chill, dus ze kunnen ook gewoon dingen vasthouden. Lekker alles voor je dragen. Oké, prima. Ik ben cool, ik ben average. Goblins, kill hem. Easy kills. Zo, dit gaat wel hard hoor, dit. Zo, Shelly! Oh. Shelly is dood. Wat is Shelly aan het doen? Shelly, kom snel hierheen. Als ik hierheen, misschien spant ze weer hierheen. Ik denk dat ik jou meteen switch voor Shelly. Ja, doe maar. Kom er maar bij. Ja, Shelly, dit mag je hebben, alsjeblieft. Let us work together to... Oh, top. Ik heb een nieuwe. Mooi. Shelly was nog een beetje naar beneden, dus... Oeh, dit is niet fijn. Oeh, auw, dat deed pijn. Auw. Hey, thanks, Windfly! Thanks, man! Zag je dat? Dat is wel echt nice. Zij pakte hem gewoon op en zei van hier komen, maat. Weg bij mijn baas. Oh, hier een rendier. Oké, net op. Dat was vet. Jullie willen ook dood, blijkbaar. Auw. Zo, kijk ze vliegen, gast. Maak er geen schijn van kans tegen mijn leger. Wait a moment. Ik weet helemaal niks. Ik moet hier zijn voor iets. Hier is een missie. Hoor ik een... groot beest? Hey. Hier, kuthond. Hier. Zo, wat doet hij? Windfly vloog. Oké, die zijn dood.
My deepest thanks. Graag gedaan. With my thanks. Wat geeft hij mij? 2500 gold. Let's go. Wat hoor ik? Wat hoor ik voor gejank? I'll lead the way. Dat is een golden beetle. Oh, die moet ik even eten. Of ja, gebruiken. Kan ik 0,15 kilo weer meer dragen. Daar zijn ook goblins. Oh, hier, kamp. Nice. Chill. Mee camp. Yo, camp. Met de schep in de hand loop ik door het hele land. Laten we even wat gaan koken. Beefsteak. Als het goed is heb je dan zo'n vet filmpje weer. Oh. Ja, dit kan toch niet in de game zijn? Dit moet toch echt zijn? Het is ook elke keer hetzelfde soort steak. Ik weet niet. Volgens mij is het gewoon nep. Well, we've eaten our fill. Ja. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Oh, wil je slapen? Nou, dat is goed. Is the key to a good adventure. Rest till morning. Prima. Hé, hey, je bent nog live, wat leuk. Ja, zeiken. Tot nu. Wauw, want ik lees jou en ik denk, nou weet je, nou is het ook alweer klaar. Nee, we kunnen de kant te ver gaan, hè. Oh, ik kan niet saven. Ik word gevochten, volgens mij. Oh, ik moet eerst vechten. Ik ga helemaal niet stoppen. Daar schiet ik op. Wat was het? System. Safe. Yes. Safe. Nice. Dames en heren. Schreuder, dankjewel voor de 2 euro superchat. Hey topper, had je wel een intro gedaan? Intro voor Dragon's Dogma? Nee. Intro voor de aquarium? Jazeker. Waarom een time-out chat? Nou, Amy, je was de hele tijd jezelf aan het herhalen. En de moderator, Tim, die zei van... Zou je dat niet willen doen? En toen deed je het nog een keer. En toen deed je het nog een keer. En dan krijg je een time-out. Ja, die steek lijkt inderdaad wel een beetje een render, inderdaad, Luke. Ik weet het ook niet. Maar goed. Thanks, Schreuder, voor die 2. Ik zie hem niet in beeld komen. Ik weet ook niet waarom. Maar hij komt niet door. YouTube is traag. No clue. Maar dankjewel, man. Dames en heren... Wake up! Dankjewel voor het checken vanavond dat jullie er waren. Ik zie jullie maandag op Twitch en op YouTube. Dan ben ik op beide live. Dus ik zie jullie aanstaande maandag op 1 april. Live op Twitch en op YouTube. Shout out jullie allemaal. Bedankt voor het kijken. Vet dat jullie er waren. Dat was een leuke stream. Ik verheug me erop. Hey Topper, had je wel een intro gedaan? Kijk die. Dankjewel Schreuder. Dankjewel maat. Tot de volgende. Tot maandagavond. Ta-da.